Goedenavond. Dinsdag 13 oktober. We zijn na meneer Rutte. Dus dat is een heel mooi voorprogramma. Vandaag alweer een heads-up webinar. Lennart Thoma is vandaag onze spreker. Hij is organisatiepsycholoog. Hij gaat over een vrije organisatiecultuur. Meer ondernemen. Geen manager zijn, meer ondernemen, geen bedrijfje spelen. Hij heeft een eigen bedrijf, Key2, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Lennart, je mag me straks verbeteren. Als mensen de media een beetje gevolgd hebben, zijn ze daar een aantal keren in geweest, het bedrijf. Het is een bedrijf waar mensen hun eigen salaris mogen bepalen, als ik het goed gelezen heb. Mensen hebben mogen stemmen bij een ontslagronde, welke collega het bedrijf ging verlaten. Dus eigenlijk wel een hele nieuwe manier van organiseren. Dus vanavond gaat Lennart ons vertellen en meenemen in de wereld van het vrije ondernemen. Lennart, mag ik jou het woord geven? Yes. Hallo allemaal. Ik ben dus Lennart. Je ziet dat ik zit in een soort professionele opstelling. Heel leuk trouwens dat jullie allemaal gaan komen kijken. Ik zit natuurlijk naar een camera te kijken, dat is altijd een beetje raar in plaats van dat ik jullie zie. Maar goed, we doen het er maar mee. Ik hoop dat ons voorprogramma, meneer Rutte en meneer De Jonge, iets heel leuks hebben verteld, maar ik geloof het niet. Ik heb het niet gezien, maar het zal niet echt geweldig zijn geweest wat er allemaal weer gaat gebeuren. Dus hopelijk heb ik een iets interessant, of niet interessanter, maar in ieder geval leuker verhaal. Ik ben dus Lennart, ik ben 32, ik heb een vrouw en een zoontje van 3. Bijna. En ik ben dus afgestudeerd als organisatiepsycholoog. Nou, dat klinkt heel heftig. Ik heb gewoon psychologie gestudeerd. En ben daarna de kant van arbeids- en organisatiepsychologie opgegaan. En ik ben daarna begonnen bij het bedrijf Key2. Dus Key2, zo zeg je het. Je spelt het als in sleutelteen. En dan ga ik iets geks vertellen. Er zijn een aantal collega's die letterlijk een sleutel op hun teen hebben getatoeëerd. Ik vertel jullie er zo meteen nog meer over waarom dat zo... wat er hier allemaal voor gekke dingen gebeuren. En waar ik jullie in mee ga nemen in deze webinar is... Nou, ik ga eerst een soort van dus een extreem beeld schetsen van hoe een organisatie ook kan zijn. Key2 is een hele rare organisatie. Ik denk heel erg extreem, misschien wel een van de extreemste in Nederland. Misschien wel zelfs wereldwijd, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat wij wel heel erg ver gaan met hoeveel vrijheid we aan onze mensen geven en wat er allemaal mogelijk is in een organisatie. En daarna ga ik, als ik daarmee klaar ben, hopelijk gaat dat niet al te lang duren, dan ga ik jullie wat vertellen over hoe je dat als zelfstandig professional bij een andere organisatie, ook al ben je daar helemaal niet per se een expert in, of ook al ben je geen organisatiepsycholoog als ik, toch daar best wel veel invloed op kan uitoefenen in een andere organisatie. Om even een beetje een achtergrond te geven, ik ben zelf ook als consultant bij verschillende organisaties geweest, ook via HeadFirst ben ik bij een organisatie geweest en heb daar geprobeerd dus... ja, een beetje te tinkeren aan een organisatie om anders te zijn dan hoe ze nu zijn. Dus laat ik jullie eerst even meenemen in Key2. Dus Key2 komt van Key2E. Oorspronkelijk 9 jaar geleden opgericht door Patrick en Cedric, die een e-commerce partij wilden zijn. Dus ze maakten webshops. Patrick, dat was de nerd, die kon de webshops maken. En Cedric was de grote mondverkoper, die had klanten die een webshop wilden. Ze waren goede vrienden van elkaar en ze gingen samen een bedrijf beginnen. En voordat ze ongeveer een beetje rond de tijd dat ze dat bedrijf begonnen, hadden ze een duidelijke doelstelling naar elkaar uitgesproken. Wij willen een bedrijf oprichten waar we zelf graag in willen werken. Waar we het leuk vinden om zelf in te werken. En met die gedachte zijn ze eigenlijk doorgegaan. Een beetje onbewust verder van hoe ze dingen deden. Maar ja, ze waren een beetje anders. En ik was aan het afstuderen. Ik deed mijn afstudeeronderzoek bij 16 verschillende organisaties, Nationaal Nederlanden, Schiphol Groep, grote bedrijven, maar ook wat kleintjes, waaronder Key2. Ik kwam daar uiteindelijk terecht nadat ik afgestudeerd was. En toen waren ze nog maar met 7 man. Ik dacht, het is een beetje een gek bedrijf. Ik heb gekke ideeën over hoe een organisatie mogelijk kan zijn. Laat ik eens kijken of ik daar aan de slag kan gaan. En zij vonden mij een beetje interessant. Dus ik zou als projectmanager aan de slag gaan daar. Een organisatiepsycholoog namelijk op 7 man is nogal overkill. Dus ik begon eerst als projectmanager. Maar ik kon in de tussentijd, mocht ik me wel bemoeien met de hele organisatie. En
fast forward naar nu, dat is 6 jaar later. 6 jaar geleden ben ik daar begonnen. 6 jaar later, nu is het een bedrijf met 50 man, bestaat eigenlijk uit meerdere entiteiten. We hebben nu 4 verschillende BV's. Eentje daarvan heb ik dan ook nog eens apart opgericht. En al die BV's doen van alles. Er zijn heel veel activiteiten die we nu doen bij Keto. En het is eigenlijk niet meer heel erg duidelijk te verwoorden. Ik kan bijna dit hele webinar vullen met alle dingen die we eigenlijk nu aan het doen zijn. We doen marketing, we maken nog steeds webshops, maar we geven ook organisatieadvies. We hebben een hogeschool, dus je kan bij ons zelfs een bacheloropleiding volgen in moderne bedrijfskunde, geloof het of niet. We hebben een online course platform. We hebben een soort community waar mensen betalen om bij onze community te horen. En gezamenlijk van elkaar leren. Nou, het gaat echt alle kanten op. We hebben een psychologenpraktijk. We hebben mensen die limoncello maken. Het is echt, het gaat helemaal nergens over. En dat is ook een van de dingen die zo ontstaan is uit de manier waarop we georganiseerd zijn. Al die entiteiten hebben een klein beetje een andere subcultuur. Andere manier van werken. Maar waar het eigenlijk allemaal op neerkomt is dat we zoveel mogelijk de ruimte geven aan alle collega's om te doen wat zij willen. Dat ze zichzelf zijn. En dat ze de autonomie hebben om te bepalen in de organisatie wat er gebeurt. Dus bij ons is het zelfs zo dat stagiaires de hele strategie van Keto kunnen veranderen als ze dat willen. Dus ik ga jullie een beetje opsommen wat hier dus bijvoorbeeld allemaal gebeurt. Dus we hebben hier volledige transparantie. Dat betekent alle financiële cijfers zijn voor iedereen inzichtelijk. Van stagiaires tot zelfs mensen die hier komen solliciteren, die mogen alle cijfers al van tevoren zien. Winst, verlies, wat mensen verdienen, doesn't matter. Alles wat je wil weten, mag je weten. De pinpassen bijvoorbeeld. Wij gebruiken Slack als communicatietool. Als je in Slack pinpas tikt, dan krijg je van de bot krijg je de pincode te zien. En dus je mag de pinpassen, iedereen weet waar de pinpassen liggen. Die mag je gebruiken voor whatever. Als jij iets wil kopen wat je denkt dat belangrijk is voor Keto, lekker kopen. Van een drumstel, zoals je hier naast me ziet. Want mensen die vinden het hier leuk om op muziek af en toe te spelen. Of een tafeltennistafel. Zoek maar eruit. Als jij het wil kopen, lekker kopen. Doe maar waar je zin in hebt. Het is jouw feestje. Dus dat is ook een onderdeel van de vrijheid. Dus dat is het tweede. Hè? We hebben transparantie en we hebben vrijheid. Heel veel. Vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Autonomie. Dat betekent dat je mag werken waar je wil. Nou, dat is tegenwoordig heel hartstikke normaal natuurlijk. Wanneer je wil, ben je een nachtuil, ga lekker in de nacht werken of zo, we don't care. Je mag ook werken hoe je wil. Dus gebruik jij bepaalde software of wil jij liever een MacBook in plaats van een Windows computer? Lekker doen. Wij vinden het allemaal helemaal prima als jij je werk maar afkrijgt. En dat is misschien een beetje anders, je mag dus ook bepalen bij ons wat je doet. Dus als jij eerst projectmanager bent en je wil daarna misschien limoncello gaan maken en verkopen, ga lekker doen. Wat wij proberen eigenlijk ook in die organisatie te doen is alles heel simpel maken, zodat iedereen alleen maar bezig is met het werk. Dus wij hebben, om die autonomie ook te bevorderen, hebben we eigenlijk 1 basisregel. En die basisregel is als volgt: zorg voor blije klanten, zorg voor blije collega's. Als je die 2 dingen in acht neemt, komt de rest goed. Kan je doen wat je wil. Dus dat betekent dat als je in 2 uur per week je collega's en je klanten blij kan maken, mooi, ga lekker de rest van de week naar het strand of zo. Of ga lekker met je zoontje spelen of je dochtertje. Of doe wat je wil. We don't care. Want als je die 2 dingen in acht houdt, komt het wel goed. En meer is niet nodig. Dat betekent ook dat alle andere regels, die hebben we niet. We hebben verder helemaal 0 regels eigenlijk. Dus we hebben geen regels over vakantiedagen. We hebben geen protocollen, geen andere vaste structuren waar je per se rekening mee moet houden. Alles is veranderbaar. En alles komt neer op die basisregel. Wat heel veel vrijheid geeft. Hè? Je hoeft dus niks meer bij te houden. Wij weten ook heel veel dingen daardoor niet. Wat misschien een beetje irritant is. Maar wij weten niet wat het verzuim is van de mensen. Houden we niet bij. We don't care. Wij weten niet hoe vaak mensen op vakantie gaan. Want ze hebben om per vakantiedagen. We houden het niet bij. Dat is ook een beetje geboren uit luiheid. We wilden het niet bijhouden. Dus toen zeiden we tegen iedereen. Nu heb je om per vakantiedagen. Nou, de grap bij om per vakantiedagen trouwens is dat mensen niet eens zo heel veel op vakantie gaan. Ze gaan zelfs minder. Dus wij hebben een heel irritant probleem. Namelijk, we moeten mensen op vakantie schoppen, want ze gaan niet. Wat er dan een beetje gebeurt, is dat collega's tegen elkaar gaan zeggen. Hey, je begint een beetje chagrijnig te worden. Het is een keertje tijd om op vakantie te gaan, vriend. En hopelijk gaan ze dan. Dus geen regels. We hebben dus ook geen management. Die 2 oprichters, die zijn er nog steeds. Die zijn ook mede-aandeelhouder. Maar ook andere collega's zijn aandeelhouder. We hebben zelfs klanten en leveranciers als aandeelhouders hier. En vrienden en familie. Oud-collega's zijn ook nog aandeelhouder.
Maar die hebben evenveel, die oprichters, die hebben evenveel of even weinig te zeggen als ieder ander. En daar hebben we ook een bepaald besluitvormingsproces voor. Dat ga ik jullie ook uitleggen. Wat hebben we nog meer naast dat we geen management hebben? Ja, dus dat betekent ook dat als je geen management hebt, geen organogram of geen lagen of manieren waarop de besluitvormingspyramide is, is dat iedereen bij ons dus ook een besluit kan maken over alles. Wat ik zei, je kan pinpassen pakken, je kan betalen wat je wil. Maar je mag dus ook de strategie veranderen. Wil je, dus wat ik zei, die drumstel kopen, wil je iets veranderen aan de muren? Of wil je, zeg je van nou, ik wil een investering doen in whatever. Do whatever you want. En daar gebruiken we dus een besluitvormingsproces voor. En dat noemen we het adviesproces, wat bij de meeste entiteiten wordt gebruikt. Dat gaat als volgt. Dus wij hebben meerdere advies, of wij hebben meerdere besluitvormingsprocessen geprobeerd totdat we op deze kwamen. Dat heeft een tijdje geduurd. We zijn niet in één keer van eigenlijk traditionele organisatie, wat we eerst waren, in één keer naar dit extreme gegaan. Dat heeft gewoon over tijd heen en stapjes, dat heeft tijd geduurd voordat we daar kwamen. En we hebben democratische besluitvorming bijvoorbeeld geprobeerd. Werkte niet. We hebben een soort management team met twee open stoelen geprobeerd waar iedereen bij mocht zitten. Werkte ook niet. En toen kwamen we dus op het adviesproces. Dat gaat zo. Iedereen mag een besluit maken over alles. Je bent alleen verplicht om advies te vragen aan de mensen die beïnvloed worden door je keuze. Of geïnteresseerd zijn in je keuze. Als je dan dat advies naar je toe hebt getrokken, dan ben jij nog steeds helemaal autonoom om te zeggen, nou, bedankt voor het advies, doe er lekker niks mee. Ik ga gewoon nog steeds mijn eigen keuze nastreven. Maar jij bent volledig verantwoordelijk voor het besluit wat je hebt genomen. Je bent verantwoordelijk voor de fouten die daaruit voortkomen. Dus jij moet ook de shit opruimen als het misgaat. En elk besluit wat je maakt, dat is een hele belangrijke, is nooit vast. Dus dat betekent dat de volgende dag iemand iets weer kan veranderen. Nou, ik ga jullie een voorbeeld geven hoe dat dan bijvoorbeeld gaat. Als ik een muurtje wil verven, het is een heel stom voorbeeld, maar als ik in een van de kantoorruimtes hier zit en ik wil een muurtje een andere kleur geven. Stel, het is een witte muur en ik wil zeggen, nou, ik wil dat die blauw wordt, want dat is rustgevender of zo, of dat vind ik een leukere kleur. Nou, dan moet ik advies vragen in eerste instantie aan de mensen die dus beïnvloed worden door die keuze. Dus de mensen die regelmatig naar dat muurtje zitten te kijken. En nou ja, dat, weet je, dan krijg ik advies. Hè? Dan ga ik advies vragen en dan zeggen ze, nou Lennart, ik denk ik wil liever rood in plaats van blauw. Of ik wil liever wit, of ik houden zoals het is. Of ik wil groen met paarse stippen, whatever. Dan zeg ik, nou, dank jullie wel voor jullie advies. Ik ga toch blauw doen. Maar dan moet ik de kwast oppakken om het blauw te verven. Of ik moet een schilder inschakelen en regelen. Of ik moet de collega's heel lief aan gaan kijken of ze me willen helpen. En hopen dat het gedaan is. En als de verf op de grond valt, het wordt vies, dan ben ik ook degene om het op te ruimen. Ik ben verantwoordelijk voor die kleur geweest. Nou, dan is het blauw geverfd. Hopelijk is de verf dan al gedroogd. Want de volgende dag mag er een andere collega komen en die kan zeggen, nou, leuk dat die blauw is, maar ik wil eigenlijk dat het rood is. Die moet dan ook weer advies vragen aan de collega's. Die vraagt dan weer advies op, maar die kan het dan ook weer rood gaan verven en eroverheen gaan verven. En dit is dus ook letterlijk gebeurd. In 2 jaar tijd is ongeveer 1 muurtje die we ergens hebben, is iets van 5 keer overgeschilderd. En dat klinkt een beetje inefficiënt, of zeg maar een beetje erg inefficiënt. Maar wat het allemaal oplevert is dat iedereen het gevoel heeft om zijn of haar werkomgeving en werk continu te kunnen veranderen. Dus het gevoel van eigenaarschap is hoog bij ons. En dat motiveert natuurlijk heel erg. En dat maakt dat mensen natuurlijk productiever zijn, dat ze graag bij ons willen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld ook geen moeite met nieuwe mensen werven. We hoeven niet eens een vacature uit te zetten. We hebben een soort wachtlijst van mensen die bij ons willen werken. Er zijn heel veel voordelen aan dat eigenaarschap wat erbij komt kijken. En die wat ons betreft overstemmen die het feit dat het soms wat inefficiënter is bij vlagen. Maar als je kijkt, een muurtje verven is natuurlijk, en nog een keer oververven en nog een keer oververven is inefficiënt. Maar als je even in die metafoor verder denkt, dan zijn het natuurlijk laagjes die er worden geverfd. Right? Er komen steeds meer laagjes bij. En als je nadenkt over bijvoorbeeld werkprocessen die er hier zijn, de manieren waarop we sales doen, of onze financiën doen, of marketing doen, noem het maar op. In principe zijn we continu aan het itereren, omdat iedereen er een zegje over kan doen en steeds een stapje beter kan maken. En op die manier ontwikkelen we natuurlijk heel erg hard en veranderen wij heel erg snel. We doen hier helemaal niks met agile.
Dus voor jullie Scrum Masters en Agile Masters, wij snappen daar helemaal niks van. Wij weten echt niks van Agile. Maar wij hebben hier regelmatig Agile mensen over de vloer die wel eens komen kijken of die het interessant vinden wat wij doen. En die zeggen altijd tegen ons dat wij zo Agile zijn. Wij zijn inderdaad wel heel erg veranderlijk. Wij veranderen bij de vleet. Echt om de 2 weken is er weer wat anders. Dan ziet het kantoor er weer anders uit. Of nou, we hebben mensen die hier, dames die zijn op zwangerschapsverlof, die komen terug, die weten niet meer. Soms zijn ze weer even de weg kwijt en moeten ze weer even wennen aan een soort nieuw bedrijf wat het opeens weer is geworden. Zo snel veranderen we hier. En dat is aan de ene kant een beetje vervelend voor sommige mensen. Niet iedereen vindt veranderen altijd maar leuk. Maar aan de andere kant zijn wij ontzettend voorbereid ook op de toekomst. Want wij veranderen gewoon alsof het niks is. En iedereen is ook best wel gewend hier om te gaan veranderen. Het is niet heel raar meer. En dat is wat wij hebben ontwikkeld hier. Nou, wat is er verder nog allemaal? We hebben geen afdelingen echt. Dus wat ik zei, collega's bepalen alles. Dus dat betekent ook dat ze elkaar salaris dus bepalen, zoals al werd gezegd door Paul. In een entiteit die van mij mogen collega's hun eigen salaris bepalen. Collega's nemen collega's aan, omdat er geen HR is of managers, hè, dus ze moeten elkaar aannemen. Ze beoordelen elkaar ook. Hè, dus dat gaat in een soort groep, dat noemen we de collega-meting. We hebben geen beoordelingscycli. Maar het is wel handig als je elkaar feedback geeft en elkaar probeert beter te maken. Dus collega's die gaan met elkaar zitten om elkaar te beoordelen en elkaar feedback te geven. En dat kunnen ze ook. Hè. Dus heel vaak in organisaties zeggen, ja, de mensen vinden het moeilijk om elkaar feedback te geven. Wij hebben een bepaalde methode waardoor collega's dat beter kunnen gaan doen. En ze dat ook daadwerkelijk doen. Ze zijn best wel hard tegen elkaar hier zo. Nou ja, wat ik zei, ze nemen dus collega's aan. Dat gebeurt al een hele tijd en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Want eigenlijk ook logisch als je erover nadenkt dat wij... Wij vinden trouwens onze manier van organiseren een soort doodnormaal. En eigenlijk normaler dan de manier van organiseren die de meeste organisaties doen. Als je even nadenkt over wat wij belangrijke waarden bijvoorbeeld vinden in onze samenleving. Is het iets als democratie? Ik weet niet of jullie dat zegt. Dat is nogal belangrijk. Dat vinden wij heel belangrijk. Wij voeren er zelfs oorlogen voor, claimen we in verre landen. Om democratie daar te bewerkstelligen. Als je erover nadenkt als we naar ons werk gaan, in de meeste gevallen, jullie als zelfstandig professionals niet, maar de meeste mensen die gewoon naar hun werk gaan, die moeten luisteren naar wat iemand aan de top, een zogenaamde dictator, om het maar even zo te zeggen, of eigenlijk CEO moet ik zeggen, wat die bepaalt wat er gaat gebeuren. Die bepaalt hoe je kleedt, wat je doet, wanneer je het doet, hoe je naar de klant toe spreekt. Al die dingen worden eigenlijk heel erg voor je bepaald en je hebt er weinig te zeggen in. Ik bedoel, ken je een organisatie waar de medewerkers of de werknemers stemmen wie hun leidinggevende wordt? Dat gebeurt bijna nergens. Dat is eigenlijk best raar als je erover nadenkt. Dus wij hebben er gezegd van, dat vinden wij ook raar. Laten we het eens helemaal omdraaien. Nou doen wij niet, ik zei hè, we hebben een besluitvormingsproces met democratie geprobeerd. Dat werkt dan, een democratisch besluitvormingsproces, dat werkt dan niet. Maar als je een hele grote organisatie zou zitten, dan zou een... En je wil nog steeds een vaste leidinggevende ergens hebben. Dan is het best wel logisch als je dat misschien democratisch gaat doen. Als je gaat stemmen met z'n allen. Wie moet onze volgende leider worden? En dat je bijvoorbeeld dat elk jaar doet. Of net als in de, weet ik veel, de verkiezingen. Gewoon dat je om de zoveel tijd wel eens gaat nadenken van, nou, wie stemmen we nu als leider? En dan ga je zien dat de meeste geschikte leider waarschijnlijk ook aan de top komt. In plaats van dat nu vaak inadequate of slechte managers soms aan de top zitten. Ik zeg niet dat elke manager slecht is, elke leidinggevende, er zijn heel veel goede ook bij. Maar ja, er zitten ook managers bij die helemaal niet zo goed zijn en die eigenlijk niet geschikt zijn voor hun functie. Maar er wel zitten en wel de touwtjes in handen hebben en bepalen wie erin komt, wie eruit gaat, waar de budgetten aan worden besteed enzovoort. Een ander raar ding wat er gebeurt in organisaties is dat, ik ken een verhaal van een, en misschien kennen jullie dit ook, van een dame die werkt bij een bank. En die heeft ook de hypotheek, privé gezien, de hypotheek bij diezelfde bank. En die zegt dan, nou, dus ik heb een hypotheek van 3 ton bij die bank. Hè? Dus die bank die vertrouwt mij toe met 3 ton. Maar als ik op mijn werk zit en ik wil een nieuwe toner voor de printer, dan moet ik het aan mijn baas vragen voor 30 euro, weet je wel. Dat is best krom als je erover nadenkt. Waarom is dat zo? Waarom vertrouwen we onze collega's niet meer toe? Waarom mogen zij niet over de budgetten beslissen bijvoorbeeld? Wij hebben heel veel van die vragen gesteld in onze organisatie. En wij stellen die dus ook naar andere organisaties. Van waarom doen jullie zoals jullie doen? En daarmee, als je dat lang genoeg doet, dan breek je heel veel dingen af van hoe een organisatie traditioneel gezien is. Heel veel dingen slaan eigenlijk nergens meer op.
De manier van organiseren die wij hebben, die stamt gewoon nog uit meer dan 100 jaar geleden van de industriële revolutie. En dus, dat kennen jullie misschien ook wel, zo'n plaatje van een bepaald organogram. En nou, het ziet er gewoon uit als een hark, weet je wel, en je ziet gewoon een organogram. En dan wordt er gevraagd aan het publiek, want iemand die laat dat zien. En dan wordt er gevraagd aan het publiek, uit welk jaar komt dit? En dan zeggen mensen, nou, dat komt uit 1960 of 1980 of weet ik veel wat. En dan zegt die spreker, dit komt uit 1867. Dus dat organogramdeel, dat is er nog steeds. Het is al meer dan 100 jaar oud. Het is best wel raar. We zijn zo'n andere samenleving nu. We denken heel anders. We hebben hele andere technologie. We gaan anders met elkaar om. Hè, met al die mobieltjes en weet ik veel wat allemaal. Nou, nu doen we dat dan ook wel met thuiswerken. Maar dat is pas tot voor kort eigenlijk. Maar ja, we stellen er verder geen vraag bij waarom we nog steeds georganiseerd zijn op die manier. Dus wij doen dat anders. Wij zetten een extreme neer. Ik vind ook niet per se dat elke organisatie zo zou moeten zijn als wij. Wij zijn wel heel raar. Collega's kunnen hier ook hun eigen zichzelf aannemen bij de entiteit van mij bijvoorbeeld, Kito Y. Dat gaat dus als volgt. Iemand die wil misschien bij ons werken. Wij zeggen, nou, wij doen geen vacature, wij doen geen sollicitatiegesprekken. Jij bepaalt, je mag alles inzien al, dus alles wat je wil weten. Jij stelt je eigen contract op, wij tekenen blind. En dat menen we. Dat is niet een geintje of zo, dat is bloedserieus. En wat er dan gebeurt is, omdat mensen dat inzicht hebben van alle transparantie en ze al heel veel informatie krijgen, wat er gebeurt is, wij geven ze al zoveel vertrouwen dat zij dat vertrouwen terug gaan betalen. Dus wat zij doen is zichzelf vaak opofferen voor ons. Dus er zijn een aantal mensen geweest die misschien wel bij ons wilden werken, totdat we zeiden van ja, je moet jezelf maar aannemen en je eigen contract opstellen. Dat vonden ze te eng en dat durfden ze niet echt en dan deden ze het niet. Dan was het waarschijnlijk ook geen goede match, dus misschien ook maar goed ook. En er zijn mensen die het dus wel hebben gedaan. Eentje daarvan, die zien jullie niet, maar die zit soort van achter, die helpt mij met de techniek. En die gaat zo meteen de vraag ook aan mij stellen, dat is Stijn. Stijn was de eerste die bij ons kwam en die zijn eigen contract opmaakte. En wij hebben gewoon blind getekend. En de grap is, wat Stijn deed, niet omdat wij dat zeiden, maar hij gaf zichzelf minimumloon. En wij zeiden ook, waarom geef je jezelf een hemelsnaam minimumloon? Je mag alles vragen wat je wil. En Stijn zei gewoon eerlijk van, ja, maar luister, ik weet wat er op jullie bankrekening staat. Ik weet wat jullie verdienen. Op zich kan ik misschien wel iets meer vragen, maar ik wil mezelf eerst bewijzen. En ik weet ook dat ik me elke maand mijn eigen salaris omhoog kan gooien als ik vind dat ik mezelf bewezen heb. En dus hij heeft zichzelf al gelijk vanaf het begin ondergeschikt gemaakt aan de organisatie. In plaats van wat er natuurlijk in heel veel organisaties ook gebeurt, is dat je een klein beetje het gevoel hebt dat de organisatie je uitbuit of je het onderste uit de kan van je probeert te halen. Dus wat jij dan automatisch terug doet, is dat ook proberen. Hè? Dan ga je zeggen, ja, ik wil eigenlijk nog meer. Of ik ga proberen te onderhandelen om meer te krijgen. Of als ik dan ontslagen word, ja, dan wil ik wel een vergoeding. Bij ons als mensen weggestuurd worden, ontslagen worden, dan tot nu toe zijn we nog nooit, moet ik ergens op hout afkloppen, ik weet niet of dit hout is, voor de rechtbank gesleept omdat we iemand weg hebben moeten sturen. En ze gaan allemaal zonder fee, zonder oprotfee gaan ze weg. En de reden daarvoor is, alles is transparant. Ze zijn super betrokken. Ze offeren zichzelf soms op voor de organisatie als het financieel wat slechter gaat. En omdat ze door collega's continu feedback krijgen, van alle kanten. Dus niet alleen maar door een baas, waardoor je kan zeggen tegen je collega, eikel, weet je wel. Maar nu zeggen alle collega's het, probeer daar maar eens onderuit te lullen. Daardoor weten ze wat er aan de hand is, weten ze of ze goed presteren. En ze worden begeleid door de collega's om te zeggen van, hey, het gaat niet zo lekker. Dat voelen de collega waar het over gaat, voelt dat dan zelf ook een beetje. Jij twijfelt, wij twijfelen een beetje over jou, maar wij hebben het gevoel dat jij ook, of dit wel de plek is voor jou. Misschien moeten we iets beters voor je zoeken. En we gaan actief jou helpen om naar iets beters toe te gaan. En die collega's die gaan alsof ze er blij mee zijn, weet je wel. En met de hulp van de collega's. En dat gaat hartstikke goed. Dus er zitten heel veel voordelen aan. Er zitten ook nadelen aan deze manier van organiseren. De verantwoordelijkheid verspreidt over iedereen. Dat betekent dat sommige stomme dingen, zoals de vaatwasser uitruimen bijvoorbeeld, echt zoiets stoms. Nou, die verantwoordelijkheid daarvoor is nogal diffuus. Dus dat wordt niet altijd even makkelijk gedaan. Of wordt altijd door dezelfde mensen gedaan. En dat is soms nog wel eens een irritatiepuntje. Het is ook niet voor iedereen. Er komen mensen binnen die denken dat het wat voor ze is. Maar het is niks voor ze.
Want ze moeten opeens, ze krijgen alle verantwoordelijkheid op hun eigen schouders. Dat is soms best wel zwaar. Collega's zeggen keihard wat er goed en wat er niet goed gaat. Dat is best pijnlijk soms. Dus je ziet ook heel veel. Ik denk dat ons verloop, ik weet het niet, want we meten het niet. Maar ik denk dat ons verloop ook best wel aan de hoge kant is. Ook omdat we heel erg veranderlijk zijn. Dat is ook niet voor iedereen. Ja, dus zo zijn er een aantal dingen. Ik heb daar een heel boek over geschreven, trouwens, mocht je dat willen zien. 99 Problems But the Boss in One gaat over alle problemen die wij zijn tegengekomen naar deze manier van organiseren toe. Oké, even rust. Ik denk dat dit even heel veel informatie is. Maar je hebt een beetje hopelijk een gevoel van waar we heen gaan. Ik ga er nog één wetenschappelijk feitje in gooien. Ik ben een organisatiepsycholoog, dus ik weet een beetje van dat soort dingen. Als je kijkt naar wat motiveert mensen in het algemeen, heel veel studies naar gedaan. Jullie kennen misschien wel Daniel Pink met Autonomy, Mastery and Purpose. Dat heeft hij eigenlijk gejat van twee wetenschappers. En die noemden dat in het Nederlands het ABC'tje van motivatie. Dat is dus autonomie, betrokkenheid en competentie. En dat zijn eigenlijk de drie dingen die mensen het meeste motiveren. Dan kan je zeggen, waar zit geld dan bijvoorbeeld? Geld is vaak een onderstroom, een soort basis die eerst nodig is. Dat noem je een hygiënefactor. Als die hygiënefactor er niet is, raken mensen gedemotiveerd. Als die er wel is, is het oké. Als die meer wordt, op een gegeven moment motiveert het mensen niet meer. Dus bonussen is eigenlijk helemaal niet zo motiverend voor mensen. Het zorgt alleen maar, sommige mensen die competitief gedreven worden, die worden nog wel eens door het targetje, het doel worden ze gemotiveerd, maar het geld zelf eigenlijk niet. Dus je hebt gewoon alleen maar een onderstroom van geld nodig, een basis. En als die oké is, dan motiveert het niet verder. En dan zijn die andere drie, dus autonomie, betrokkenheid en competentie, zijn degene die je motiveren. Autonomie zei ik al, hè, vrijheid om te doen wat je wil, wanneer je wil, hoe je het wil. Nou, als zelfstandig professional weten jullie daar van alles van af. En waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom je zelfstandig professional bent, dat je dat gevoel hebt. Hè. Dat zit heel erg diep in ons. Het tweede is betrokkenheid. We zijn toch sociale dieren, dus we willen ergens bij horen. Het is toch fijn om bij een groep te horen. Als jullie ook bij een organisatie zitten als zelfstandig professional, is het toch fijn dat je het gevoel hebt dat je ergens bij een club hoort. Of bij een groter doel hoort, een bepaalde purpose nastreeft met z'n allen. Iets wat je gezamenlijk aan het doen bent, is toch erg fijn. Wij creëren die betrokkenheid dus ook door heel veel transparantie te geven. Heel veel informatie en kwetsbaarheid ook. Dus dat de leiders, want er zijn wel informele leiders hier, dat die ook soms zeggen, jongens, ik weet het niet. Ik weet niet waar het heen gaat. We lopen nu tegen problemen aan. Hoe we dit gaan oplossen, we don't know. Maar help ons, weet je wel. We gaan dit met z'n allen oplossen. Dat zorgt voor betrokkenheid. Hè? Die kwetsbaarheid zorgt heel erg voor betrokkenheid van mensen. En de derde, dus die competentie, is het gevoel dat je iets aan het ontwikkelen bent van jezelf. Dus dingen leert. Maar ook dat je hetgene doet wat je erg leuk vindt om te doen. Nou, wij hebben gezegd van, je mag je doen wat je wil. Dus dat betekent ook, je mag budgetten ook gebruiken om jezelf te laten ontwikkelen als je dat wil. Je doet wat je leuk vindt. Dus als je nu iets, weet ik veel, online marketing aan het doen bent, maar je wil liever websites designen, wat hier bijvoorbeeld ook gebeurt, ga lekker dat doen, weet je wel. Ga jezelf daarin ontwikkelen en switch. Zolang je maar je collega's blij maakt en je klanten blij maakt. Dus het is ook goed om daar weer advies aan te vragen. En ervoor te zorgen dat je, dat je kan doen wat je leuk vindt. Oké, nog een keer. Dus het is veel informatie. Ik ga nu een beetje naar jullie vertalen. Dus hoe... jullie zijn zelfstandig professional. Jullie hebben zelf niet een organisatie. Maar jullie zitten wel bij organisaties. Ik denk dat je niet natuurlijk een organisatie per se krijgt naar een level waar wij zitten. En dat hoeft ook dus absoluut niet. Maar als je het gevoel hebt dat hier elementen van in zitten waarvan je zelf denkt van, hé, dat is wel fijn. Hè? Het is fijn om bijvoorbeeld ergens op een plek te zijn waar je jezelf kan zijn. Waar je in een lelijke trui, in je spijkerbroekje, met je gympies aan. In de zomer lopen hier mensen met slippers rond en zo, weet je wel. Dat je jezelf kan zijn, dat je niet een maskertje voor hoeft te houden. Als je dat gevoel hebt van, nou, dat is inderdaad fijn. En die autonomie en die transparantie, dat het fijn is om is te weten wat er nou allemaal speelt in zo'n grote organisatie. En dat je daarop kan inspelen als persoon zijn. Die fundamentele dingen, die kan je daadwerkelijk ook als zelfstandig professional dus bij een organisatie langzaam maar zeker ook bewerkstelligen. En daar geef ik je dus een aantal trucjes voor. En dat zijn een beetje psychologische trucjes. Ik ben natuurlijk psycholoog, dus dan heb je een beetje van die stomme dingetjes in je rugzak. Sommige zijn misschien een beetje open deuren, maar ze helpen echt. Dus een van de dingen
waar ik, als ik naar een andere organisatie ga, om daar ook te helpen. Ik word gevraagd ook om aan die cultuur te werken of richting zelfsturing of zelforganisatie een organisatie te helpen. Dan vaak wordt dat daar gevraagd door zo'n leidinggevende. En de leidinggevende is vaak de key, zeg maar. Dat is degene waar het om draait. Of het nou gaat om een afdeling of een hele organisatie, dat is een leidinggevende. Een manager, dat is de sleutelpersoon om een organisatie een beetje te kantelen naar een manier die vrijer is, die transparanter is, die losser is en simpeler is. En dat is even één ding wat je in je achterhoofd moet houden. Als je die kan bespelen, dan kom je dus een heel end. Nou, wat is belangrijk om zo iemand te bespelen, is in eerste instantie, ik zie het altijd soort van als een drietrapslaag om naar een andere manier van organiseren te gaan bij zo'n leidinggevende. In eerste instantie moet de wil er zijn. Als de wil er niet is, wordt het heel lastig. Dus wat je kan doen is een keertje met zo'n leidinggevende gaan praten van wat wil je nou? Dit is een heel belangrijk gesprek. Heel veel leidinggevenden zijn een beetje, hoe moet ik dat zeggen, die leven een beetje op een, die zitten aan de top. Het is eenzaam aan de top, om het even zo te zeggen. Die zitten een beetje in de ivoren toren. Er zijn niet heel veel mensen die zich zorgen maken om de leidinggevende vaak. Als jij nou een keertje diegene bent die naar een leidinggevende toe gaat en vraagt, wat wil je nou eigenlijk? Weet je wel, wat wil je voor je team, of de afdeling of de organisatie? Wat wil je eigenlijk voor elkaar krijgen? En dit is vaak nog belangrijker, wat wil jij er vooral uit krijgen? Gewoon als persoon. Ik stel altijd een hele stomme vraag, wat wil je later worden als je groot bent? Die stel ik altijd aan een leidinggevende van 65 jaar oud of zo. Dat is heel grappig, dan gaat ze altijd een beetje lachen. Maar ik wil weten wat hun drijft of waar ze naartoe willen of wat hun doelen nou echt zijn. Ook persoonlijk. Willen ze gewoon veel geld verdienen omdat ze hun gezinnetje willen onderhouden? That's fine. Willen ze toffe auto's rijden? I don't care. Whatever, weet je. Whatever ticks bij hun. Het is goed om dat te weten. Wat er gebeurt als je die vraag stelt, is dat je dat dus kan koppelen aan de wil om het te gaan veranderen. Oh, dus je wil meer vrijheid om aan de tent te werken dan per se in de tent te werken, wat heel veel leidinggevenden overigens willen. Oh, dat betekent dus dat de mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen die jij nu draagt. Hè? Dat je niet de hele tijd maar door de waan van de dag door die mensen wordt opgeslokt. Als wij hun nou meer verantwoordelijkheid kunnen geven, op wat voor manier dan ook, zou je dat dan fijn vinden? Hè? En dan gaan ze al mee. Dan hebben ze eigenlijk al gezegd van ja, dat wil ik inderdaad. Oké. Dat heeft wel wat consequenties, ook voor diegene vooral, want dat is ook een ding. De leidinggevende, ik zei het is de key person, vaak zijn zij de blokkade in die manier van organiseren. Daar komen we zo meteen op. Dus als jij hun belangen heel erg goed uitvraagt, door heel veel door te vragen, waarom wil je dat, waarom wil je dat, waarom wil je dat? Dat is een vraag die zij nooit zo vaak krijgen. En wat ze daarmee gaan doen, is ze gaan jou extra vertrouwen. Want jij kent van hun dingen die andere mensen niet zo snel weten van ze. Dus je gaat een vertrouwensband daar extra mee creëren. Wat uiteindelijk ook goed is als zelfstandig professional, wil je daar langer aan de slag blijven. Die vertrouwensband is altijd goed. Dus vraag even lekker diep aan ze wat ze nou echt voor zichzelf willen en voor de organisatie. Daarmee kan je dus ook die wil creëren, wat ik zei. Dat is stap 1. Als je die wil eenmaal gecreëerd hebt, want die wil is er. Ze willen meer verantwoordelijkheid bij de mensen. Ze zouden willen dat het een wat modernere organisatie wordt, dus dat ze meer agile zijn, makkelijker kunnen veranderen, dat die mensen nou eens, dat die werknemers nou eens een keertje gaan veranderen, want ze veranderen nooit. Als die wil er is, dat is mooi, dan gaan we naar het stukje begrip. En het begrip is eigenlijk hun mededelen en hun coachen op een andere manier van leiding geven, want vaak zijn ze gewend om gewoon de orders uit te delen, heel veel informatie achterwege te houden, want ze willen een bepaalde controle houden. En je moet ze gaan uitleggen dat in control zijn iets anders is dan de controle hebben. Als dat duidelijk is. Hè? Dus ik ken iemand die deed altijd, zeg maar, oké, je kan hè, loslaten, kan je zo denken. Oh, daar gaat hij. Nou, doe je drumstick. Dus je kan de controle loslaten op die manier. Maar dit, moet ik hem even goed balanceren, dit is ook loslaten. Right? Dus daarmee support je hetgeen wat er in de organisatie is. Je bent nog steeds in control, maar je laat de controle los op een manier. Als je dat bijvoorbeeld, dat soort dingen aan die leidinggevende ook weet over te dragen, dan gaat hij zien dat hij op een andere manier moet handelen. Ik word dus, wat ik zei, gevraagd door organisaties om daar te helpen. Vaak denken leidinggevenden dat zij niet het probleem zijn, maar hun werknemers.
En dus dat de werknemers moeten veranderen en meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En, want dat wil die. En dan gaat dat zelforganiserende wel een keer lopen. Het is precies andersom. Die leidinggevende is het probleem. Dat mag je ook soms tegen zo'n leidinggevende zeggen. Zeker als je dat vertrouwen hebt gewonnen, dan heb je ook de ruimte op een gegeven moment om dat soort feedback aan die persoon te geven. Van, hey, jij wil dit, maar dan moet je wel bepaalde dingen doen om daar te komen. En dat is niet dit doen, right? Dus niet die controle weer terugtrekken als het even fout gaat, wat vaak gebeurt. Dus wat er heel veel gebeurt is dat ze zeggen, nou, we willen meer verantwoordelijkheid bij mensen. Dan krijgen mensen wat ruimte om bijvoorbeeld bepaalde besluiten te maken. Zodra het één keer misgaat, of er is een hint van gevaar, dan trekt de leidinggevende weer aan de teugels en dat paard met de kop gaat gelijk weer omhoog en die ziet weer niks en dat wordt een probleem. Terwijl die eigenlijk, hij moet nog verder loslaten om zo iemand meer de ruimte te gunnen, de collega's meer de ruimte te gunnen om fouten te maken, daar beter in te worden en uiteindelijk de informatie te genereren bij zichzelf om uiteindelijk die problemen op te lossen. En dat heeft tijd nodig, maar dat moet het zo'n leidinggevende die mensen wel gunnen. Daar kan je die leidinggevende dus in coachen. Ze daar af en toe feedback in geven. Dit soort begrip dingen uitleggen. Wat ze ook vaak doen, is wat ik zei, heel veel informatie bij zich houden. Ze noemen het dan de werknemers beschermen. Dat ze bepaalde informatie niet geven. Dus als ze bijvoorbeeld voor een of andere, als de leidinggevende of het NT voor een of andere moeilijke beslissing staat. Dat ze bijvoorbeeld iemand moeten laten gaan of weet ik veel wat. Dan gaan ze dat vooral niet delen, want dat kunnen de mensen niet aan. Nou, dat is achterlijk, want dat kunnen die mensen wel aan, maar je moet het ze gewoon vertellen. En wat je kan doen is dus een keertje zeggen, nou, probeer het eens een keertje. Weet je wel. Ga nou eens als leidinggevende echt transparant zijn en zeg nou eens een keertje dat jij het ook niet weet. Dat je het een moeilijke beslissing vindt om te maken van er moet iemand uit, want we moeten weer krijgen van hoger hand dat we weer moeten reorganiseren. Heel vaak wordt die informatie achterwege gelaten tot het laatste moment, wanneer het ook daadwerkelijk moet gebeuren. En dan opeens zijn allemaal mensen ontslagen en iedereen in paniek, want niemand weet wat er gebeurt. En ben ik de volgende? En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor zo'n organisatie, de betrokkenheid die daar is en de motivatie. Als dat van tevoren wordt gedeeld, van jongens, we lopen tegen deze problemen aan. Er is daar, of er komt van hoger hand en ik heb er geen invloed op, er komt een reorganisatie aan. Dat is strontvervelend. Maar ja, er gaan mensen uit moeten. En ik deel dit jullie nu alvast mee, zodat jullie dit even kunnen laten verwerken. En ik wil met jullie in gesprek om te kijken hoe we dit als best gaan oplossen. En als jullie ideeën hebben, kom met die ideeën. Op die manier krijg je natuurlijk ook als leidinggevende zijnde veel meer input waar je mee kan werken. Plus mensen zijn uiteindelijk ook makkelijker los te laten als het dan ook zoiets nodig is. En dit is even zo'n extreem geval van wanneer de mensen uit moeten. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel andere kleine beslissingen waar een leidinggevende invloed op heeft. En die vaak ook mee wacht met een besluit totdat die opeens dat besluit heeft genomen. Ik denk dat jullie dit wel herkennen, hopelijk. Zo'n leidinggevende daarin meenemen van, nou, probeer nou eens transparant te zijn. Dus dat is een volgende trucje, is om tegen zo iemand te zeggen, laten we het eens een keer proberen. Laten we het als een pilot draaien. Laten we een experimentje doen. Laten we eens kijken wat er gebeurt als je nou eens een keertje wel zegt wat er gaat gebeuren en informatie geeft. Of je kan ook zelfs een keertje zeggen, zullen we eens een keertje tegen alle collega's zeggen dat ze onbeperkt vakantiedagen hebben? Dan gaan we het niet bijhouden. See what happens. Voor 3 maanden lang. Als het dan naar de shit gaat, omdat iedereen te veel vakantie opneemt, oké, dan trekken we het weer terug. Maar dit gaan we ook melden tegen alle collega's. En dan gaan we eens 3 maanden testen of het zo is dat mensen opeens heel veel meer vakantie opnemen. Nou, ik garandeer je dat dat niet gaat gebeuren. Net als dat als wij collega's elkaar salaris laten bepalen, dat niet iedereen elkaar mega veel geld geeft. Of dat ze gaan heel erg negatief gaan lopen doen tegen een paar personen. Dus dat die bijna niks krijgen, maar de anderen wel. Vriendjespolitiek, dat gebeurt namelijk allemaal niet. Wanneer je die vrijheid en ruimte geeft, die mensen gaan verantwoordelijk gedragen. Het zijn tenminste professionals. Waarom heb je ze anders überhaupt aangenomen, die mensen? Dat kan je ook nog afvragen. Als je niet denkt dat zij dat soort besluiten in principe aan moeten kunnen. Dat kunnen ze namelijk echt. En ze zijn vaak, ik denk dat mensen veel conservatiever zijn dan de ondernemers of de leidinggevende die misschien soms nog wel eens wat risico durft te nemen. Dus dan ga je gewoon ook dit zeggen tegen een leidinggevende. Hey, weet je wel, heb je nog meer informatie nodig over hoe je het moet doen? Kijk eens naar die mafketel Lennart Thoma. Misschien dat hij nog wat informatie heeft of zo. Weet je wel. Ik heb allemaal podcasts ook live staan op Spotify. Kunnen ze ook nog wat informatie zoeken over de stappen die ze kunnen nemen? En
Daarmee ontstaat er dus begrip bij zo iemand. En als dat begrip er uiteindelijk is, en het duurt heel lang, dan je moet ze daarin blijven herhalen, blijven meenemen. Het grappige is ook is dat ik dan bij organisaties kom en dan zegt zo'n manager ja. En dan geef ik ze van, maar ik moet heel vaak herhalen dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik moet heel veel herhalen hoe ze, dat ze besluiten mogen maken. En dat vind ik maar irritant dat ik maar mezelf moet blijven herhalen. Maar in principe ben ik hun ook altijd dingen aan het herhalen tot in oneindigheid. Dat zeg ik ze dan ook. En dat vinden ze dan altijd even, oh ja, ik ben net zo. Dus ze moeten er altijd even aan mee. Oké, fine. Dus neem ze mee, weet je wel. Neem daar de tijd voor. Doe het ook stapje voor stapje. Ga niet gelijk zeggen, collega's moeten elkaar salaris bepalen, want dat gaat veel te ver. Maar experimenteren met waar ze werken, wanneer. Nou, waar ze werken gebeurt al uiteraard. Maar ook wanneer, want er wordt nog steeds heel veel restricties opgelegd van je moet dan bijvoorbeeld 3 dagen thuiswerken, maar we willen wel dat je 2 dagen op kantoor bent. Ik zou niet weten waarom. Laat die mensen dat lekker zelf beslissen, weet je wel. Dat komt wel goed. Zolang ze maar hun werk opleveren, dan is het toch fijn. Dus ook bijvoorbeeld bepaalde regels schrappen om dingen simpeler te maken. Kijk eens wat je daarin kan doen. Een ander ding wat je kan doen met zo'n leidinggevende ook, om diegene gemotiveerd te maken om bepaalde regels bijvoorbeeld dus te schrappen, is waarom sessies doen. En ik noem het eigenlijk 3 keer waarom sessies, omdat je 3 keer waarom vraagt op dingen. Dus wat wij hier wel eens doen bij Kito, is we doen dan zo'n waarom sessie. En dan hebben we een groot whiteboard en iedereen mag een stelling of iets wat er hier bij Kito aan de hand is, een vraag, een waarom vraag mogen ze op het bord zetten. En dan gaan we turven en de 3 vragen die de meeste turfjes krijgen, die gaan we behandelen. En dan kunnen dingen zijn als, waarom krijgen stagiaires altijd minder betaald dan collega's, terwijl ze best wel veel doen? Of waarom bepaalt een leidinggevende dus nog steeds de salarissen van collega's? Of waarom, noem het op, waarom nemen de leidinggevende alleen en HR-collega's aan? Waarom doen we nog beoordelingscycli? Ik kan zo gek niet bedenken, waarom hebben we onze purpose op de muren staan en wordt dat wel geleefd? Oké, je behandelt er 1 en dan ga je dus waarom vragen stellen. En iedereen in de groep, waaronder de leidinggevende bijvoorbeeld, want je doet het met een grote groep, die mag dat beantwoorden of proberen te beantwoorden. En als er geen goed antwoord komt, als het antwoord is ja om controle te houden of ik weet het niet waarom we dit hebben, dat zijn best wel shitty antwoorden. En dan kan je zeggen, oké, we hebben er geen goed antwoord op. Laten we het veranderen. En dan kan je met ideeën komen over hoe je dat bijvoorbeeld kan doen. Om een voorbeeld te geven van iets extreems wat wij bijvoorbeeld bij Kito hebben gedaan. We hadden een waarom sessie. En nou, wij zeggen hier dus tegen collega's van je mag werken wanneer je wil. Right? Maar wij hebben nog steeds een contract. En de salarissen worden nog steeds best wel gebaseerd op het aantal uren dat mensen werken. Dus er zijn mensen die hier 3 dagen werken. En die hebben een 24-uur contract. En die hebben dus dan ook wat minder salaris, want ze werken 24 uur. Wat een soort logisch klinkt. Maar wij gingen dat bevragen. Waarom worden mensen hier ook betaald? Hebben we contracten op basis van uren? En daar gingen we wat waarom vragen stellen. Van ja, dat is de meest makkelijke. Uiteindelijk kwamen we erop dat het de meest makkelijke manier waarschijnlijk is om mensen met elkaar te vergelijken. Alleen we zeiden, ja, maar dat slaat nergens op, want het is op basis van uren. Ik bedoel, als Pietje... zoveel uur werkt, misschien doet hij dat werk van Klaas in 2 uur in plaats van in 40 uur. En dat kan je niet heel erg vergelijken. Nou zou de een dan sowieso wel wat meer moeten verdienen dan een ander. Maar het is toch een beetje raar te vergelijken. Dus dat is stom. Waarom doen we het niet op, waarom zouden we niet mensen hun salaris laten afhangen van output of outcome, nog beter misschien. Weet je, wat de uitkomst is van hun handelen. En toen kwamen we in een discussie van ja, maar Hoe de hel kunnen we dat meten of met elkaar vergelijken? Want een administratiedame naast een developer zetten, hoe kan je nou de outcome gaan vergelijken? Totdat we op het briljante idee kwamen om dat op basis van gevoel te doen. Omdat we zeiden van nou, wij denken dat gevoel en sentiment en subjectiviteit best wel van verschillende mensen, van een grote groep mensen, best wel eens een werkelijk beeld kan schetsen. Dus waarom doen we het niet gewoon puur op gevoel? One measurement to rule them all, gevoel. Dus wij bedachten de Sentiments app. En dat is een app. Het lijkt een beetje op die Black Mirror aflevering, dat mensen elkaar kunnen raten. Je had een app en dan zie je alle collega's staan. En dan is er een schuifbalkje bij elke collega. En dan kan je zeggen van nou, ik wil dat die collega, die vind ik al heel erg goed.
oh, die collega vind ik wat minder goed. En die ga je zo een beetje plaatsen op die balk. En die worden dus met elkaar vergeleken. Alle collega's vullen dat in. En dan krijg je dus een verdeling in hoe mensen het doen. Dat is een soort normaalverdeling werd dat. En wat we dan zeiden was, oké, de score die je daaruit krijgt, dat bepaalt het salaris aan het eind van de maand. En dat doen we dus dan iedere maand opnieuw. Dus in die app kon je dan elke dag zou je kunnen invullen. Je kan het ook, we willen het geen bureaucratisch klotensysteempje maken. Dus als je iets had ingevuld, dan bleef het ook staan totdat je het wijzigde. Dus als je iemand ergens neerzet, dan hoefde je de rest van het jaar bijvoorbeeld er niet meer naar te kijken. Maar dat bleef dan de score die jij aan die persoon gaf. Je mag iedereen beoordelen, je mag twee mensen beoordelen, doe wat je wilt. Maakt niet uit. Maar dat zou dus aan het eind van de maand bepaalt dat dus het salaris van de score wat je dan zou krijgen. En dan maakt het ook niet uit of je nou veel werkt of weinig. Het gaat om, om de gevoelswaarde die de mensen hebben op basis van hoe hard jij je best hebt gedaan voor Quito. Of hoeveel waarde je levert voor Quito, je toegevoegde waarde. Nou, iedereen had daar ook een beetje een andere interpretatie van. Sommigen gingen dus meer dan op inzet zitten. Anderen meer op leiderschapsskills. Anderen meer op de kwaliteit die er wordt geleverd naar de klant. En uiteindelijk werd dat een soort van combinatie van verschillende gegevens. Maar dat allemaal in het kopje gevoel, op diezelfde balk. En dat werd dus het salaris aan het eind van de maand. En wat we dan ook nog eens deden, om het dan helemaal grappig te maken, is dat we de omzet van die maand en de kosten van die maand er ook nog eens aan gingen verbinden. Dus dan zeiden we, oké, als we een hogere omzet hebben en lagere kosten, dan is er dus meer geld over voor de salarissen. Dus dat weegt dan ook nog eens mee. Hè? Dus dan krijg je een salarispot, die wordt verdeeld over de verschillende collega's afhankelijk van je score. En dan heb je een soort minimum en daarom ook een maximum. Minimum loon was dan iets van €600 per maand. Nou, als je denkt dat iemand misschien maar één dag in de week werkt, is dat een soort minimum dan, weet je, dat is dan die €600. En dan was het maximum afhankelijk van hoeveel omzet en hoeveel kosten we hadden. Als de kosten omhoog gingen, omdat we veel bier, cheers, aan het drinken waren, even een slokje. Dan veel kosten, dat betekent dat er uiteindelijk minder salarispot was. Dus dan had iedereen iets minder salaris. En dan deelden we ook met z'n allen de highs en de lows. Nou, dat hebben we toen een aantal weken getest, die app. Maar heel veel collega's vonden dat toch best wel eng. We moesten contracten dan ook om gaan vormen. Uiteindelijk liep de app niet zo lekker. Dus het viel allemaal een beetje in het water. En het staat dat die app staat nog steeds in de koelkast. Maar we kregen er trouwens wel heel erg veel, veel perspubliciteit voor. Omdat we die testperiode ingingen. Want we deden het als pilot. En dat kreeg heel veel media aandacht. En we vinden het nog steeds ik vind het persoonlijk nog een erg leuk idee. Er zijn een aantal collega's die dat niet zo'n leuk idee vinden. En dat snap ik ook wel. Maar misschien gaan we dat ooit nog wel een keer proberen, who knows. En toen uiteindelijk kwamen we naar meerdere entiteiten, waaronder die van mijn entiteiten, die BV waar ik in zit, waar collega's uiteindelijk hun eigen salaris dus toch zelf bepalen. Dus dat komt uiteindelijk toch een beetje overeen, alleen wordt dat niet dus op beoordeling van een andere collega gedaan. Crazy. Maar dit is iets wat dan uit zo'n waarom-sessie dus kan komen. Weet je wel, zoiets, gewoon door iets te bevragen wat we hebben. We bevragen heel veel dingen namelijk niet in de organisaties van nu. We vinden heel veel dingen maar normaal. De vraag is of dat normaal is. Het is omdat omdat heel veel organisaties dat doen, is dat zogenaamd normaal. Ja, ik weet dat niet zo goed. Hè. Misschien zijn er veel betere manieren. En waarom zouden we die niet ontdekken en proberen? Nou, dat kan je als zelfstandig professional natuurlijk heel goed uitdragen, ook in zo'n organisatie. En ik denk dat je daarmee ook van extra waarde bent voor zo'n organisatie. Naast dat je gewoon natuurlijk je inhoudelijke werk hebt, kan je dit soort dingen ook gaan bevragen. Waarom hebben jullie dit eigenlijk? En het is heel erg logisch om dat vanuit een externe positie te doen, zoals jullie dat eigenlijk allemaal hebben. Ik denk dat het op zich ook dat dus gewaardeerd wordt en op zich ook wel gedoogd wordt. Tuurlijk zijn er organisaties waar dat misschien wat lastiger is. Tuurlijk kom je niet altijd even ver. Maar soms even die vraag stellen, waarom doen we dingen zoals we ze doen? Ja, dat is altijd goed. En ik weet ook dat best wel veel van jullie dat waarschijnlijk ook al misschien doen. Maar doe dat niet alleen maar op het inhoudelijke, maar doe dat ook eens een keertje op de vorm, op de manier waarop we georganiseerd zijn. Op de manier waarop de leidinggevenden met hun werknemers omgaan. En hoe informatie wordt gedeeld en hoe besluiten worden gemaakt. En hoe vrijheid wordt gegeven en dat soort dingen. Wat kan ik nog meer over vertellen? Ja, en nog een ander grappig trucje wat ik ook wel eens bij verschillende leidinggevenden heb gedaan. Om ze een beetje te helpen niet elke keer terug in die controle teruggrijpen te schieten. Is iets heel stoms, but it works, is een wachtwoord. Om je nu voorbeeld te geven, hier bij Quito, we hadden dus Cedric, de oprichter. Die is samen met mij ook dus Quito Y begonnen.
En Cedric is nogal aanwezig. Is heel erg van de controle, is ook heel erg een perfectionist. Heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ook een beetje een ego. Eigenlijk dus een typische CEO of typische leidinggevende of manager. Ze vinden zichzelf heel wat. En ze denken dat zij het altijd het beste kunnen. Dat had hij ook. En willen het wel heel erg goed doen en houden niet zo van fouten. Dus wat er altijd gebeurde is, wat hij wilde heel veel vrijheid geven aan zijn mensen. Daar kreeg ik hem uiteindelijk toe. Maar als het dus dan even misging, dan schoot hij weer in zijn controle. Dan schoot hij weer in het micromanager. Dan kwam hij de deur binnen en zei: en nu, jij gaat dat doen en jij gaat dat doen, want het gaat helemaal niet goed en dit en dat. Paniekzaaiend en iedereen dan ook weer op de juiste plek zetten en dan ging hij weer lopen micromanager. Nou, achteraf had hij daar altijd een klein beetje spijt van, want hij ondermijnde natuurlijk de vrijheid die hij daarvoor en de verantwoordelijkheidsgevoel die hij daarvoor had gegeven, ondermijnde die compleet. Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem van: Seth, het is nu een keertje klaar, kom even mee. Nee, Lennart, ik wil niet met je mee. Nou, ging hij een beetje zo doen. Ik zei: nou, kom nou even mee, wat je nu hebt gedaan, vind je dat normaal? Hij zei: nou, ik heb nu even geen zin in, nee, maar vind je dit normaal? Nou, ja, ik weet dat het eigenlijk niet goed is, maar nou, ik zit hoog in mijn emotie en dit. Nou, ik zei: oké, weet je wat? We gaan een wachtwoord gaan hanteren. Ik keek om me heen, ik zag een vaas staan. Ik zeg: zie die vaas? Dat is nu je wachtwoord, vaas. Ik zeg dat ook tegen de andere collega's. De volgende keer dat je begint met het micromanagen en directief lopen doen, je weet dat dat niet werkt, iemand gaat dan vaas zeggen. En dan moet je even, weet ik veel, ga 10 seconden pauze nemen, rot op, loop even weg, ga even in jezelf lopen denken, whatever. Weet je wel? Nou, hij accepteerde dat, wat heel grappig was, dat dus we vaas gingen zeggen, want hij wilde dit ook echt niet. Hij wist dat dit niet goed was. Maar ja, hij kon zich niet inhouden. Ik heb maar 2 keer vaas hoeven zeggen daarna. En niemand anders heeft ooit meer vaas gezegd tegen hem. Het was gelijk eruit. Het hielp hem als een soort geheugensteuntje om het niet meer te doen. Ik heb dat ook nog bij een klus gedaan, bij een of andere directeur. Die zat in een MT, was een beetje een oudere man. En om je een beetje een beeld te geven, die man heeft een beetje van die grijze, dikke wenkbrauwen. En elke keer als er dan iets gebeurde in het MT, een issue op tafel kwam wat hij niet leuk vond, dan gingen die wenkbrauwen een beetje zo brrrt. En dan kwam die als een soort hide, in plaats van Jack One Hide, kwam die als een hide naar buiten. En terwijl die daarvoor hij wilde ook die vrijheid en dat mensen meestemden enzovoort. Maar zodra iets hem niet zinde, wenkbrauwen, en dan werd hij opeens helemaal pissed off. En dan ging hij vervelend lopen doen. En dan achteraf was hij daar zuur van. Dus ook tegen hem zei ik van: nou, ik heb daar wat voor. Ik ga je een wachtwoord geven. En deze vent hield heel erg, die had een soort kantoor, dat was echt heel grappig. En dan had hij allemaal draken en boeken van Lord of the Rings en weet ik veel wat, allemaal drakenboeken en zo. Dus nou, het wachtwoord was duidelijk, het wachtwoord was draak. Nou, dat accepteerde hij ook. Ik zeg, dat ga ik dus ook tegen de MT-leden zeggen. Dat zij ook draak mogen zeggen zodra jij, want zij vonden dit ook altijd strontvervelend, zeiden ze tegen mij, dat hij dan weer directief ging lopen doen. Zij mochten draak zeggen. Dus, nou ja, stel je voor, de eerstvolgende meeting. Ik zat erbij, ik had er al zin in, want ik dacht, er gaat natuurlijk wel een keer gebeuren dat hij weer uit zijn slof schiet, want dat gebeurde elke keer. En dus ik zit te wachten, hè, tot ik draak kan zeggen. En nou, ik hoor iemand iets zeggen waarvan ik weet, dit gaat hij niet leuk vinden. En ik zie al die wenkbrauwen gaan. Brrrt, en wat er gebeurde was dit. Hij deed zijn stoel naar achter, ging zo zitten en zei heel zachtjes tegen zichzelf: draak. En toen was hij even stil voor 10 seconden. En toen draaide hij zijn stoel weer terug. En toen was hij weer hartstikke rustig. Ik heb dus nooit tegen die vent, en ook zijn MT-leden hebben nooit draak meer hoeven zeggen. Nooit gezegd ook. En nooit hoeven zeggen. Want hij had het zelf al door. Dus dit is zo stom, maar dit is soort, noemen ze in psychologie noemen ze dat een anker. Een ankerdingetje, iets wat dus in hun kop blijft zitten, waar ze dit aan gaan leren. Directief zijn, micromanagen, controle teruggrijpen, iets niet helemaal netjes doen. Daar zit het woordje, een wachtwoordje aan. En elke keer als ze dan een beetje die neiging hebben, dan denken ze, shit, wachtwoord. En dan stoppen ze ermee en dan kappen ze gelijk met dat hele vervelende gedrag. Dus dat is iets wat je kan toepassen bij elk leidinggevende. Je moet daar wel het vertrouwen voor winnen. En dat is dus het belangrijkste. Zorg dat je de belangen weet van de mensen. Oké, we hebben nu heel veel over leidinggevende gehad. Ik ga nu nog één ding vertellen over hoe je mensen, de rest van de organisatie, mee kan krijgen. Ik zie nog 8 minuten en dan gaan we naar de vragenronde. Dus nog even geduld. Kijk, je bent met een leidinggevende bezig. Maar uiteindelijk wil je ook dat er wat mensen meegaan. En eigenlijk gebruik je daar gewoon hetzelfde trucje voor als dat je bij de leidinggevende hebt gedaan. Je gaat met mensen praten en vragen wat ze nou willen. Het eerste wat ik doe als ik bij een organisatie binnenkom, is ik wil gewoon gesprekjes, soort interviewtjes, maar eigenlijk ik noem het gewoon kennismakingsgesprekjes.
die ik met iedereen, zoveel mogelijk mensen, je kan niet altijd iedereen, maar zoveel mogelijk mensen doe. Het liefst probeer ik ook al een beetje uit te pluizen, wie heeft hier veel invloed of waar luisteren mensen het meest naar, naar wie, wie lijkt hier een beetje een grote mond te hebben. En dan ga je met die mensen natuurlijk die kennismakingsgesprekjes doen. En dan ga je ze gewoon helemaal het hemd van het lijf vragen, weet je wel. Ook daarin, wat wil je laten worden als je groot bent? Wat vind je belangrijk? Wat vind je hier strontvervelend wat er hier gebeurt? Als je die informatie allemaal verzamelt en dus echt goed naar ze hebt geluisterd, automatisch gaan ze jou meer vertrouwen, want nogmaals, ze hebben dingen tegen jou verteld die ze niet zomaar tegen een ander vertellen. Omdat de anderen het niet vragen. Dus je hebt daar dan een voordeel. En alles wat jij dan daarna soort van probeert door hun strot te duwen, dat klinkt een beetje naar, maar als je iets probeert bij hun te verkopen of hun te beïnvloeden, ze gaan veel makkelijker overstag omdat jij het zegt. Want je hebt hun vertrouwen gewonnen en jij weet wat hun belangen zijn, dus jij gaat handelen in hun belangen. Ik doe dit omdat het een soort van, en dat lijkt dan heel erg manipulatief, dat is het ook ergens een klein beetje, maar het is voor een goed doel. En als het goed is, doe je met die, dat er meer autonomie komt, dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen enzovoorts, is er uiteindelijk voor omdat ze, om hun werk ook beter te maken. En hopelijk kan je dus het, is het lijntje tussen hun belang en wat jij voor de organisatie misschien wel wil, dat is heel dun. Dat is bijna hetzelfde als het goed is. Dat overlapt als een idioot. Dus dat is ook iets wat je daarmee makkelijk kan combineren. En dan zeg je dat ik doe ook in jouw belang, proberen we die autonomie. Vaak zijn mensen daar best wel enthousiast over. Willen ze ook meer vrijheid? Willen ze meer besluiten maken? Willen ze meer transparantie? En dat kan je hier. En willen ze meer zichzelf zijn ook en zichzelf meenemen naar werk? En dat kan je hier helemaal door vervullen. En vaak ook, wat je dan heel erg vaak ook terughoort, zijn de frustraties van mensen. Ze vinden die regeltjes maar vervelend. Ze vinden die protocollen maar irritant, want dat duurt allemaal lang en die bureaucratie en de bla bla bla. En als je die ook zoveel mogelijk weg kan nemen, door dingen simpeler te maken, door heel veel waarom-vragen te stellen, door ervoor te zorgen dat die afgebroken worden, krijg je een hele simpele organisatie die met veel minder frustraties is, waar mensen veel meer het gevoel hebben invloed uit te oefenen, geeft ze veel meer energie, zorgt voor minder verzuim. Al die motivatiedingen, die zorgen er allemaal voor dat mensen meer lekker in hun vel zitten. Als je ook nog, als je heel veel van, mensen moeten gelukkiger zijn. Ik ben daar niet zo heel erg van. Ik geloof dat mensen altijd een beetje een edge willen hebben. Maar goed, we zijn wel een beetje soort van op zoek naar geluk. En ik noem het liever floreren. Dat mensen floreren in hun werk, in de flow zitten. Dan moet je de frustraties aan de ene kant weghalen. Dingen simpeler maken. Mensen hun werk kunnen laten doen. En ze de ruimte te geven om hoe ze het doen. En dat ze de besluiten in kunnen maken enzovoorts. En als ze met andere dingen willen bemoeien, dat die ruimte ervoor is. Dus dat kan creëren. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel profijt van halen. Dat een organisatie veel interessanter wordt, ook als werkgever. Dat jij als zelfstandig professional vooral natuurlijk ook een leuke tijd daar hebt. Hè? Dus neem vooral je eigen waarden, je eigen inzichten, neem die ook vooral natuurlijk mee. En wat jij zelf belangrijk vindt. En probeer dat in zo'n organisatie te bewerkstelligen. En ik denk dat als we, zeker als jullie dat ook nog allemaal gaan doen en daar bewuster mee aan de slag gaan, dat we dan langzaam maar zeker steeds meer organisaties krijgen die langzaam die kant op bewegen van meer autonomie, meer vrijheid. En dat we dan steeds meer toffe organisaties hebben om voor te werken. En dat werk super leuk kan zijn en niet meer een moedje is. En dat hoop ik eigenlijk voor iedereen. Dus dat. Vonden jullie het wat? Ik hoop het. We gaan nu naar de vragen. Bedankt voor het applaus. Ik hoor het niet. Slecht. Sorry, moest ik even doen. We hebben 28 vragen. 28 vragen, oké. Dus we hebben een brief per dag. Zo ja, we gaan dit een half uur doen ongeveer. Stijn gaat een beetje proberen mij bepaalde vragen die mogelijk interessant zijn. En ik ga proberen te beantwoorden zo goed als ik kan uiteraard. So, here we go. Als je nog vragen hebt nu, ik kan nog even wat tikken. Stijn ziet ze voorbij komen, ik niet. Scheelt mij weer. En dan komt het goed. Jan, die vraagt hoe het model lijkt op Holacracy. Klopt dat? En wat zijn dan de verschillen? Ja, dus Holacracy lijkt het inderdaad op. Het grote verschil met Holacracy is dat Holacracy is heel erg gestructureerd. Ze hebben daar protocollen eigenlijk ook een beetje van hoe de vergaderingen moeten verlopen. Ze hebben daar twee verschillende soorten vergaderingen. Governance meetings en tactical meetings bijvoorbeeld. Ga ik je allemaal niet uitleggen hoe dat allemaal werkt. Alle rollen worden heel erg verdeeld. Je hebt circles. Holacracy heeft bijna zo'n handboek
En moet je ook echt in gecoacht en getraind worden om het volledig te kunnen uitoefenen. Ik ben niet zo'n hele grote voorstander van Holacracy. Omdat ik het dus te gestructureerd, eigenlijk nog iets te rigide vind. En ik vind dat, dat je daarmee mensen bepaalde dingen afneemt. Ik ken bedrijven die Holacracy toepassen. Wat ik stiekem vind, en ik hoop niet dat ze kijken. Maar ik vind de bedrijven waar de Holacracy vaak wordt toegepast, die worden vaak geleid door mensen die een beetje autistisch zijn. En heel erg van die structuur ook houden en die duidelijkheid houden. Die willen het toch ergens heel erg vastleggen en heel erg gestructureerd houden. En daarmee leggen ze eigenlijk die manier van werken ook een beetje op hun mensen op. Waarschijnlijk trekken ze natuurlijk ook een beetje dat soort mensen aan. That's fine. Maar ik wil eigenlijk dat... ik heb liever een organisatie waar wanneer er iemand naar binnen komt, een nieuwe werknemer of een collega, dat die mede bepaalt hoe die organisatie eruit komt te zien. Ik geloof ook dat de cultuur continu verandert wanneer er iemand weggaat en iemand bijkomt. En dat ze dus die mogelijkheid hebben om het een beetje te tweaken. Dus wij leggen het liefst helemaal niks vast. Scheelt ons heel veel tijd, heel veel Holacracy, geneuzel tijd. Geen handboeken enzovoorts. Maar dat eigenlijk het grootste verschil zit in die handboeken. In principe staan ze ook voor transparantie, staan ze ook voor vrijheid. Gaat het om rollen in plaats van functies. Wij beheren ook geen functietitels. Maar wij houden die rollen niet eens bij. En zij hebben gewoon een enorme lijst. Daar hebben ze een bepaald programma ook voor, Glassfrog. En dan zetten ze in dat één persoon kan bijvoorbeeld iets van 100 rollen hebben. Een beetje van de vaatwasser uitruimen tot de drumstel bespelen, tot het daadwerkelijk inhoudelijke werk doen. En dan zie je er precies achter waarom dat belangrijk is en uit welke taken dat bestaat. Heel overzichtelijk, maar ik vind het way too much om bij te houden. Veel te veel gedoe. Ik heb het liever niet, dus keep it simple wat mij betreft. En je hebt het over geen structuur binnen Kito, maar waarom dan toch 4 BV's? Want dat is in essentie toch ook een structuur. Ja. Ja, zeker. Hè? Dus we zijn niet echt structuurloos. Hè? Zo'n adviesproces is ook een proces in principe. Het belangrijkste daarin is dat mensen dat nog steeds kunnen veranderen. En dat alles veranderlijk is. Wat betreft die verschillende BV's die we hebben. Kijk, we hebben ook te maken met de Nederlandse rechten. Wij moeten ook in de contracten bijvoorbeeld zeggen tegen collega's dat ze 22 vakantiedagen hebben. Want je kan niet onbeperkt vakantiedagen opschrijven. Dat mag niet. Hoe gek het ook klinkt. Dus wij moeten daar 22 vakantiedagen in zetten, maar we zeggen tegen de collega's, joh, je hebt onbeperkt vakantiedagen, dit moet van de wet, kijk maar. En wat betreft die BV's, misschien zegt Eckhart Winsen jullie wat, dat is een oude ondernemer, die is overleden inmiddels, een boek geschreven, Eckhart's Notes, en die heeft een bedrijf toen opgericht en die groeide verder. Maar hij wilde dat niet één groot bedrijf laten zijn, maar hij splitste dat op in cellen. Hij heeft een soort cellenstructuur geïntroduceerd. Zodat je klein, steeds van een mannetje of maximaal 50 een BV hebt of een bedrijfje hebt. En als die dan weer groeide, dan splitste die weer op in 2 enzovoorts. En zo krijg je dat mensen elkaar onderling goed kunnen communiceren, dat er heel veel vertrouwen is, weinig lagen in elk bedrijfje enzovoorts. Dus dat hebben wij eigenlijk ook, maar wij splitsen veel sneller op. Dus wij gaan maximaal tot 25 en dan wordt er al eigenlijk een beetje opgesplitst, omdat het al gaat schuren rond de 20 mensen bij ons. Dat heeft met onze cultuur te maken, dat is niet voor elk bedrijf hetzelfde, maar bij ons gaat het daar al schuren. En wij hebben dus daarom ook gezegd, nou, we gaan in verschillende BV's zitten die hun eigen broek omhoog houden, maar we zijn wel één. Ja, we noemen het uiteindelijk bijna meer, is meer een beweging, weet je wel. En nogmaals, die BV's zijn er omdat we moeten een organisatievorm kiezen. We kunnen ook een maatschap doen of zo. Maar dat is weer allemaal gedoe met de aandelen die er al in zaten. En wat we dus nu hebben, is we hebben dus 4 werk-BV's. 1 holding eigenlijk die daarboven zit. Daar zitten eigenlijk alle aandeelhouders in. Die overigens niks te melden hebben in de hele organisatie. Dus in de statuten, dat vond de notaris heel erg leuk om op te stellen, maar niet heus. Maar die heeft allemaal moeten uitpluizen van hoe dat nou werkt. Dat een aandeelhouder nul te zeggen heeft. Nul beslissingsrecht whatsoever. Dus aandeelhouders hebben niks te zeggen, maar daar zitten collega's in enzovoorts. En die hebben dan weer verschillende aandelen, percentages over die verschillende entiteiten. En dat verschilt een beetje. Ja, waarom we het zo hebben, dat is ook een beetje zo natuurlijk ontstaan. En ja, dat is een structuur, maar in principe voelt iedereen, nou, we hebben gewoon verschillende entiteiten die andere dingen doen en andere activiteiten aan het doen zijn en dat mogen ze lekker zelf beslissen. Ze hebben hun eigen subcultuur, een eigen manier van aannemen, een eigen manier van doen, maar alles is best wel
De meeste, alle entiteiten daar bepalen collega's of elkaar salaris of hun eigen salaris dus, nemen collega's collega's aan. Heel veel van die basisprincipes zitten er overal in. En Henk vraagt zich af, als je nieuwe collega's krijgt, je had het net over die aandelen, krijgen zij ook aandelen in die BV of wordt dat opgesplitst of zijn ze terug met aandelen? Of... Ja, dus krijgen collega's aandelen als ze er gelijk bij komen. Jammer genoeg niet gelijk. In die bovenste holding is waar dus de aandelen kunnen circuleren. Daar gaat dan een jaar overheen en dan wordt er weer een soort van, is er een soort nieuwe ronde waarbij collega's die willen daar een aandeel in kunnen aankopen en mensen die hun aandeel willen verkopen dat kunnen doen. Soms wordt het verwaterd, dus dat er weer wat meer aandelen vrijkomen, zodat er weer wat nieuwe collega's. Want het is dan vooral voor collega's, wordt die ruimte eigenlijk een beetje ter beschikking gesteld om jezelf daarin te kopen. Maar het verschilt ook per entiteit. Hè. Dus in die van mij bijvoorbeeld, ik ben niet zo heel erg gesteld op aandelen per se. Ik vind het ook tof dat op termijn Stijn, die dus daar nu de vraag aan mij stelt, ook als die dat zou willen, aandelen zou kunnen krijgen binnen die entiteit. Dat komt wel. Maar het is niet zo heel erg, we hebben daar niet een trucje voor of zo, dat je dat even zo, oh, en nu splitsen het weer op. Hè. Jammer genoeg zit je daar toch nog aan bepaalde regeltjes, mensen die misschien niet van hun aandelen af willen. Je moet ook bepaalde waarderingen doen, allemaal gezeik. Ik bemoei me er gelukkig zo min mogelijk mee. Maar we proberen wel zoveel mogelijk collega's die dat willen, aandeelhouder te laten worden van de holding daarboven. Ja. En wat gebeurt er als er een BV failliet gaat? Ja. Wordt er dan een nieuwe BV opgericht? En zijn die collega's dan in dienst van de BV of in dienst van de holding? Ja, ze zijn in dienst van de BV's. Dus mocht er een BV failliet gaan, dan kan het nog wel eens zijn dat de andere BV's proberen te helpen. Hè, en de holding daarboven ook probeert te helpen. Maar goed, als het echt een zinkend schip is en er is niks meer aan te doen, ja, dan moet die BV dat zelf gaan zien op te lossen. Het kan zijn dat die andere BV's zeggen, nou, ik neem een van de of een aantal van de collega's mee. Hè. Die collega's zijn dus in dienst van die BV, niet van de holding. Als het daar misgaat, dan zijn ze hun baan kwijt in principe. Dus wij hebben hier een keertje, Paul vertelde het al, we zijn een keer ook in het nieuws geweest over een soort zelfsturende ontslagronde. In een van de BV's ging het minder goed. En financiële tegenslagen in een zomer, bedrijven, die klanten die we hadden in het Westland, het was een hittegolf, die hadden allemaal cashproblemen en gedoe. En opeens zeiden vier klanten, die zeiden, we gaan niet meer betalen of we willen onze maandelijkse fee die we aanbrengen, die willen we naar beneden of helemaal schrappen. En toen moest er snel wat gebeuren. En toen hebben collega's bij elkaar gaan zitten. Ik zat erbij, want ik vond het rete interessant wat er natuurlijk ging gebeuren. En toen gingen collega's gewoon tegen elkaar zeggen, ja jongens, we hebben een groot probleem. We kunnen nog maar 2 maanden de salaris voorzien van iedereen en dan is het klaar. Dus we moeten nu handelen. Wat zijn de verschillende maatregelen? Positieve maatregelen, zoveel mogelijk sales doen, was heel lastig in de zomer. Dus daar kunnen we niet heel erg makkelijk op wachten. Dus we moeten uiteindelijk nu negatieve maatregelen nemen en dat is snijden in kosten. En naast pand en bier zijn er niet zo heel veel andere kosten, dus we zullen moeten snijden in personeel. De collega's die waren het daar vrij snel over eens dat dat dan moest gebeuren. En dan wisten ze dus ook dat er een aantal van hun misschien wel weg moesten gaan. Dus toen hadden ze dat besloten dat dat moest gebeuren, maar toen zeiden ze van ja, hoe gaan we dat in hemelsnaam doen? Want dat hebben we nog nooit gedaan en we weten niet hoe. Totdat de collega's zeiden, we kunnen gaan lopen wachten, maar dan wordt het misschien alleen maar erger en dan moeten er misschien nog meer mensen zijn, dus laten we dat maar zo snel mogelijk doen. Dus laten we nu beginnen met nadenken over wie eruit zouden moeten. En toen ook weer van, ja, hoe moeten we dat dan doen? En toen zei weer een andere collega, nou ja jongens, laten we elkaar ook niet beïnvloeden met argumenten over de een of de ander. Iedereen schrijft op een post-it de namen op van wie jij denkt dat weg zou moeten, omdat die misschien het minst toegevoegde waarde levert of jouw eigen reden. Probeer dat zo eerlijk mogelijk te doen. En schrijf het op en we'll see. Dus sommige en dat gingen ze dus ook doen. Dus sommige mensen die schreven 4 mensen op, andere 2, sommige misschien 0. Die blaadjes werden verzameld, die post-its. En iemand ging naar het bord en die ging dus de namen opschrijven, turven, van die heeft zoveel stemmen gekregen enzovoort. En dan kreeg je een soort, en toen gingen ze ook nog, ze kenden de salaris en de kosten ervan, dus die schreven ze erachter. Ze wisten welk bedrag ze moesten besparen, dus toen ze het bedrag hadden wat ze moesten besparen, deden ze er een lijn onder. 5 namen op het bord.
die dan in aanmerking kwamen om weg te moeten gaan. Waarmee we de kosten zouden besparen die nodig waren. En dat was even schrikken voor sommigen. Want sommigen die dus op die lijst stonden, die zaten in de vergadering en die hadden meegestemd. Dus die ging eerst een beetje nog in de defensie van ja, maar kunnen we dan echt niet iets verzinnen waardoor wij dat niet uit hoeven? En toen zei iedereen, ja, als jij een idee hebt, kom maar door, maar wij weten het echt niet. Dus... En toen zeiden ze, ja, wij weten het ook niet. Ja, dan gaan we door met dit proces. En toen hebben ze nog een vergadering gehouden om het in de midden, dus dit was de vergadering in de ochtend, toen hebben ze een vergadering in de middag gehouden om het nog een keer te bespreken. Hebben ze wat controlemechanismes erop losgelaten, dus bijvoorbeeld... Als we de lijst zouden omdraaien, hè, wie willen we het liefst hier houden? Zijn dat dan dezelfde 5 mensen die dan op die lijst stonden? Nou, dat klopte. Als we kijken naar, als er iemand weg zou gaan, zou er dan een klant vertrekken? Dat moeten we natuurlijk niet willen, want dan moeten er nog meer mensen uit. Staan die op de lijst? Nee. Zo nog wat dingen. En toen kwamen ze er eigenlijk achter, nou ja, dit wordt het. Laten we er nog een nachtje over slapen. Toen hebben ze de volgende ochtend dus de knoop doorgehakt met z'n allen. Ook de mensen die dus weg moesten, om te zeggen, ja, dit is het. En we gaan jullie helpen om zo snel mogelijk of WW te krijgen of aan een nieuwe baan te komen. Je hoeft hier niet nog een maand te zitten om je tijd uit te zitten. Ga lekker solliciteren, wij regelen het from here. De eerste vergadering was op een dinsdag. Woensdagochtend hadden ze dus het besluit gemaakt. Vrijdagmiddag hadden al die 5 hadden een gesprek gehad. En maandag waren ze allemaal weg. Binnen 2 maanden hadden ze gelukkig allemaal weer een baan. Wij heel blij, voor hun ook. En zij vinden Keto nog steeds tof, which is weird, want ze zijn ontslagen. Maar ze zaten dus in het proces. Dit vonden ze rete interessant ook wel ergens. Ze snapten dat het moest gebeuren. En ze voelden zich zelfs een beetje de held, wat ze ook waren. Want zij hebben zichzelf dus opgeofferd voor het grote geheel. Dus dat was heel interessant. Dus dat is wat er dan kan gebeuren mocht een bedrijf failliet gaan. Dan gaan ze dus... Eerst gaan ze zorgen dat er misschien mensen uit moeten en dan doen ze het op die manier waarschijnlijk. Dus dat. Next question. Iemand vraagt zich af of deze manier van organiseren ergens op is geïnspireerd of gebaseerd op een ander bedrijf bijvoorbeeld. Ja, delen ervan. Eigenlijk, wat ik eigenlijk heb, ik was heel erg geïnspireerd door Ricardo Semler en Semco. Dus het boek Semco Stijl misschien kent. Het is een Braziliaanse ondernemer, Ricardo Semler. Hij heeft toen een keertje op tegenlicht, was er een aflevering. Er zijn uiteindelijk 2 of 3 afleveringen nu zelfs over hem. Er was toen in 2013 een tegenlicht aflevering van hem. Dat heeft mij toen heel erg geïnspireerd om dit te gaan doen bij een andere organisatie, dus bij Keto. Daar was het zo dat collega's heel veel vrijheid hadden. Ook elkaars de salarissen mochten bepalen. Per vakantiedagen ook hadden. Het was een fabriek. Gewoon blue-collar workers, om het even zo te zeggen. En die mochten dus ook de hele fabriekshal verven hoe zij wilden. Dus sommigen die hadden een roze fabriekshal of zo, een andere weer blauwe. En hun overalls mochten ze zelf bepalen hoe ze die kleur wilden hebben. En mochten heel veel invloed. Ik denk dat wij nu met Keto nog verder zijn dan dat Semco was en is. Maar ik heb ook gecherrypicked eigenlijk van heel veel. Het adviesproces bijvoorbeeld, dat komt weer uit een andere organisatie. Moet ik even denken uit welke precies. Volgens mij Buurtzorg, wat misschien best wel bekend is. Jos de Blok, die laat zijn wijkteams die verpleging doen, hè, bij thuiszorgverpleging. Dat zijn autonome teams en die mogen helemaal beslissen hoe ze dat zelf regelen, die verpleegsters met elkaar. Die gebruiken volgens mij daar dus ook het adviesproces. Dat heb ik gewoon gejat. En zo zijn er andere dingen die... En die heb ik gewoon een beetje aangepast ook naar de manier waarop wij werken. Zo zijn er heel veel andere verschillende delen van. En er zijn dus al best wel wat organisaties die soortgelijke stappen hebben gemaakt. Die best wel veel lijken op hoe wij organiseren. Wij doen het gewoon net... En dat is het mooie van al die organisaties. Die doen het allemaal net een beetje anders. Dus dat is ook mijn... Geloof hierin is ook dat er is niet een one size fits all. Er is niet een ultieme manier om dit te doen. Ik geef er daarom ook liever geen naampje aan. Ik vind daarom ook iets als Holacracy, waar we het net over hadden, vind ik daarom ook een beetje gevaarlijk. Omdat het een ook weer erin brengt. Terwijl elke organisatie anders is. Want er zitten andere mensen in. En die hebben andere behoeftes. En als je als organisatie nou eens gaat vragen wat die mensen willen. En daar je op aanpast.
dan ga je een organisatie krijgen die werkt en die is dan misschien ook wat vooruitstrevender, maar hoeft helemaal niet zo te zijn zoals Quito, liever niet zelfs. Dus al die organisaties zijn een beetje anders en sommige wat extremer dan andere. Ik denk dat wij wel heel extreem en experimenteel vooral zijn. Maar goed, er zijn genoeg voorbeelden. Als je daar voorbeelden voor zoekt trouwens, dan is een website als corporaterebels.com, corporate-rebels.com is een hele interessante. Dat zijn Nederlandse jongens die de hele wereld over zijn gegaan om allemaal dit soort bedrijven op te zoeken. Die hebben daar blogs over, die hebben er ook een boek over geschreven. Super interessant. Dus daar kan je heel veel inspiratie uit ophalen van hoe doen die bedrijven. Want er zijn zoveel verschillende besluitvormingsprocessen, zoveel verschillende manieren om dit aan te pakken. Dus cherrypick. Kijk wat bij jouw organisatie past, waar jij bent. Neem je leidinggevende daar dan ook in mee. Om te kijken wat er allemaal in past. Dat. En wat betekenen al deze organisatorische veranderingen voor bepaalde resultaten? Ja. En ook aansluit. En hoe bepaal je dan of je succesvol bent? Heb je dan een metric voor persoon of een tijd of een organisatieniveau? Ja. Oké, dus. Heeft dit invloed op de resultaten? Lastig te zeggen, want het is heel moeilijk te meten. Want je zou eigenlijk dan een exact, als je dit wetenschappelijk wil benaderen, wil je een precies identieke organisaties hebben, waarbij je een controlegroep hebt en een groep waar je het natuurlijk gaat proberen en dan zien. Als je kijkt naar motivatie, en bevlogenheidscijfers. Ik meet bevlogenheid hier dus ook wel eens bij Quito. In vergelijking heb ik dat dus ook gedaan richting andere organisaties. Bevlogenheid is gewoon een metric die je kan meten. Mocht je dat ooit willen meten, als je mij toevoegt op LinkedIn. Ik heb ergens een artikel dat heet op LinkedIn geschreven, dat heet Meten is Weten. En heb ik heel veel wetenschappelijke vraaglijsten neergeplemd die je gewoon zo over kan nemen met de vragen. Waar het vandaan komt, de bronnen, hoe je dit moet gebruiken enzovoorts. Dus dat kan je ook gewoon een keer gebruiken. Gewoon gratis en voor niets, alsjeblieft. En dan bevlogenheid is daar dus een construct in die je kan meten. En bevlogenheid is wetenschappelijk aangetoond dat de productiviteit dus verhoogt, klantentevredenheid verhoogt, samenwerking verhoogt, uiteindelijk dus ook goed is voor de omzet, winsten, in ieder geval die productiviteitscijfers heel erg laat stijgen. Dus je zou bevlogenheid kunnen gebruiken als die metric. En wat wij zien, in ieder geval hier is bevlogenheid echt through the roof. Dus als ik op een schaal van 1 tot 6 bedrijven meet, de meeste bedrijven, en 6 is heel erg goed en 1 is super slecht, de meeste bedrijven gemiddeld gezien scoren rond een 4. En als je corporate life gaat kijken, dat is vaak slecht, dan is het een 3 of een 2. Dat is echt shitty. Wij scoren gemiddeld gezien een 5,3. Dus dat is echt hoog. Tuurlijk is het altijd niet perfect, dat is bijna ook moeilijk, maar, of onmogelijk, maar that's really high. En daaruit kan je bedenken dat het voor productiviteit zorgt. Maar wij hebben heel veel andere issues die ervoor kunnen zorgen dat onze winst niet per se zo hoog is. Wij hebben nog nooit dividend uitgekeerd. Winst wordt gelijk weer terug in de organisatie geïnvesteerd. Financieel gezien zijn wij niet de allerbeste dat we het commercieel perfect op een rijtje hebben. Dus ook omdat wij heel erg veel veranderen en wij willen de dingen doen die leuk zijn. Dus het is ook. Je kan kijken naar de old school, om het even zo te noemen, metrics. Maar wij zijn natuurlijk al. Wij denken dat het ook niet per se daarom gaat, maar dat wij vinden hele andere dingen belangrijk ook. Hè? Het is maar net waar je op focust. Dus wij focussen ons ook veel liever op dat collega's het dus naar hun zin hebben. Dat ze kunnen doen wat ze willen, dat ze zichzelf zijn, allemaal dat soort dingen. Dat vinden wij veel belangrijker. Ik denk dat verzuim wel laag is hier, maar I don't know. Wij hebben soms ook wel eens wat. Ik denk niet eens dat wij bijvoorbeeld stressklachten heel erg naar beneden per se halen met de manier waarop wij werken. Omdat mensen zoveel verantwoordelijkheid soms voelen dat het ook te zwaar voor ze is. Dus het is daar niet eens altijd zo voordelig in. Het is alleen maar hier het gevoel wat je hebt om naar zo'n organisatie te gaan. Het gevoel dat werk leuk is bij ons het belangrijkste. En daar wordt heel erg goed op gescoord hier, of als je dat zou meten. Mensen willen hier echt bij horen. Mensen voelen echt alsof ze onderdeel zijn, dat het hun bedrijf is. En dat ze hier alles kunnen doen wat ze willen. Dat ze hun passie kunnen uitoefenen. En dat ze worden gesteund om wie ze zijn. En dat is voor mensen misschien wel veel meer waard. Maar echt, en ook als je dat vergelijkt met die andere bedrijven, hè, zoals Corporate Rebels. Die productiecijfers zijn,
Ze zeggen dat in de long run het uiteindelijk beter is, want zo'n bedrijf blijft makkelijker bestaan doordat ze makkelijker veranderen enzovoort. Dus in de long term is het waarschijnlijk meer profitable, maar ik vind het heel erg moeilijk dat echt heel duidelijk te onderbouwen en daar echt voor te gaan staan als je naar winst en omzetten en dat soort dingen kijkt. I don't know. En misschien hadden wij wel op de korte termijn meer omzet en winst gehaald als we meer autoritair, old school, hiërarchisch waren georganiseerd. Je zegt dat deze manier van organiseren niet voor iedereen is. En Tito is een bedrijf met 45 man, 50 man. Ja. Doe je dat als je 9000 man in dienst hebt? En is er een bepaalde filosofie die generiek voor vrijwel alle bedrijven geldt? Oké. Dus kan het, wij zijn inderdaad een bedrijf van 40, 50 man, redelijk klein. Kan het ook bij 9000 man? En hoe ga je daar dan te werk? Nogmaals, ik denk niet dat wat wij hier precies bij Kito doen exact te kopiëren is in geen ander bedrijf. Maar nogmaals, die elementen daarvan wel. Hoe je dat bij een grote organisatie doet van 9000 man is stapje voor stapje. Een goed voorbeeld daarvan is bol.com. Die zijn nogmaals niet zo extreem als wij. Maar die hebben best wel veel stappen gemaakt in de manier waarop zij georganiseerd zijn. Zij gebruiken een... ik ken degene die daar heel erg de organisatieveranderingen heeft aangewakkerd. En die, die vond Holacracy ook veel te veel gestructureerd. Dus die heeft een soort eigen mengsel van gemaakt. Dat noemt die Spark. En die is dat in eerste instantie in zijn eigen afdeling. Hij was leidinggevende. In zijn eigen afdeling of team is hij dat gaan doen. Hij had bepaalde ruimte. Hè, dus... Ook een leidinggevende afdeling heeft bepaalde kaders natuurlijk. Maar binnen die kaders heb je vaak heel veel ruimte nog. Meer dan je vaak denkt. Om bepaalde experimenten te doen. Bepaalde nieuwe manieren van organiseren. Te proberen te bewerkstelligen. Dat deed hij. Andere teams zagen dat. Wilden eigenlijk heel graag dat ook. Want ze zagen wat het deed met die mensen. Die mensen waren veel blijer en optimistischer. Op een of andere rare manier. Dan heel veel andere bol.com medewerkers. Dus zij zeiden, dat willen wij ook. Toen is hij dat daar, heeft hij hun laten zien hoe dat ook moest. En zo is dat langzaam maar zeker als een soort olievlekje gaan spreiden. Het grappige was, dat hij toen naar de... Hij was daarvoor, een beetje in het beginstadium daarvan. Was hij naar de directie toegegaan, had hij gezegd van... Dit is de manier waarop we zouden moeten werken. Kunnen jullie dat hierachter staan en dit verder in de rest van de organisatie douwen? En toen zeiden ze, nee, dat vinden we niet zo'n goed idee. Daar zijn we niet zo op, daar zijn we geen voorstander van en dat vinden we maar stom. En toen dacht hij, nou, dan ga ik dat gewoon bij mijn eigen team dus doen. Heeft hij gedaan. Dat ging als een olievlekje door de organisatie. Steeds meer afdelingen gingen zo werken over de tijd heen. Tot op het punt dat er zoveel afdelingen waren dat de directie er soort van voor ging staan naar de buitenwereld. Ja, dit hebben wij ervoor gezorgd dat deze manier van organiseren er nu zo is. Terwijl dat helemaal niet per se het geval was eigenlijk. Maar goed, uiteindelijk staan ze er nu heel erg achter en zijn er heel veel, nog niet de volledige organisatie, maar volgens mij iets van 2/3 van heel bol.com werkt nu met die Spark-methodiek. En die vent die dat dus is begonnen, die is niet meer de leidinggevende van die afdeling, die heeft nu een eigen afdeling. Wat is om die cultuur, die Spark-manier in de hele organisatie te krijgen. Dus je kan gewoon in een afdeling beginnen. Je kan daar het leidende voorbeeld worden van deze manier van organiseren en dat dan langzaam zeker door de hele organisatie laten krijgen. Of je dan uiteindelijk in cellen opsplitst of toch nog enigszins een piramide hebt, dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat die onderliggende principes van transparantie en kwetsbaarheid en jezelf kunnen zijn enzovoorts, dat die langzaam zeker meer op de voorgrond treden. En dat gewoon belangrijker wordt. En dan, ja, daar kan je heel ver mee komen, denk ik. Heb ik daar alles, die hele vraag daarmee volledig beantwoord? Ja, Stijn vindt van wel. Ja. Dus daar moeten jullie het maar mee doen. Ja, we gaan niet meer toekomen aan alle vragen. Nee, snap ik. Hoe lang hebben we nog? We hebben een minuut of vijf. We hebben nog 5 minuten. Dus nog één vraag, want mijn antwoorden zijn heel erg uitgebreid, sorry. Ik heb nog één hele kleine vraag om mee af te sluiten. Ja. En daarvoor kunnen we nog eentje doen die je in een paar minuten kan beantwoorden. Oké, cool. Ja. We hebben nog 2 vragen. Oké, 2 vragen. Hoe doorbreek je een angstcultuur? Ja, hoe doorbreek je een angstcultuur? Ah, dat is heel lastig, kan ik je vertellen. Zoals je waarschijnlijk jammer genoeg niet hoopt te horen, maar wel kan verwachten. De angstcultuur wordt gevoed, wederom, door de leidinggevende. Als de leidinggevende ervoor kan veranderen in zijn gedrag, en dan gaat micromanagen,
minder dus op achter ieder meer transparantie geeft over wat er gebeurt, duidelijkheid geeft over wat er gebeurt binnen de organisatie. Transparantie is eigenlijk key in heel veel dingen. En dan niet alleen maar, hier heb je de financiële cijfers, maar ook, wat gebeurt er? Waarom gebeurt dat er? Begrip geven van waarom die dingen gebeuren, zoals ze gebeuren. Als je dat gewoon kan vertellen, aan een leidinggevende dat kan vertellen, dan langzamer zeker, dat heeft tijd nodig, kan je een angstcultuur langzaam zeker weghalen. Maar leidinggevenden zijn daar echt weer cruciaal in, want die voeden vaak de angstcultuur. Die zijn vaak degene die de schermpjes controleren of er geen Facebook wordt, of er niet gefacebookt wordt, terwijl er gewerkt moet worden. Dat moet er uitgesloopt worden in eerste instantie bij zo'n leidinggevende. Voordat mensen dat. En dan nog, als een leidinggevende zijn gedrag heeft veranderd, dan is die angstcultuur er nog steeds. En dan moet de leidinggevende actief bezig zijn om te gaan uitleggen, een soort van mea culpa te doen en zeggen, jongens, sorry, ik was degene die daarvoor zorgde dat iedereen hier een beetje angstig is, dat die andere managers onder mij ook die angstcultuur aan het voeden zijn, want zo, dat trickled down, dat gaat zo naar beneden. En als diegene daar zich heeft verontschuldigd, die openheid alleen al maar toont, dat ondermijnt al heel veel angstcultuur. Want iemand laat opeens, die durft te laten zien dat hij een fout heeft gemaakt. Dat wat hij of zij heeft gedaan niet altijd ook even goed is, ook maar een mens is. Dan keert de menselijkheid vaak ook weer wat makkelijker terug in de organisatie. Creëer dus die psychologische veiligheid die je wil creëren. Nogmaals, leidinggevende die moet dat bekennen. En die moet daar zelf de veranderingen in maken. Ik hoop dat je dat. Het is moeilijk hoor. En het is heel vaag. Maar je moet echt een leidinggevende op ze. Zeg het ook tegen ze. Weet je wel. Jullie zijn de zelfstandig professionals. Jullie zijn de externe. Dit kan je tegen ze zeggen. Als je dat, vaak worden leidinggevenden niet direct genoeg aangesproken. Niet hard genoeg aangesproken. Omdat mensen te bang zijn om dat tegen ze zeggen. Want het is tenslotte de baas. Als jij het doet, krijg je instant respect van zo'n leidinggevende. En je krijgt echt wat voor elkaar. Ik heb een keer tegen een directeur gezegd dat hij weg moest. Dat hij het probleem was van de hele tent. Dat hij zijn eigen organisatie tegenhield. Dat hij de angstcultuur ook inderdaad zaaide. En hij moest kiezen van wat mij betreft of zijn gedrag veranderen. Of hij moest gewoon opzouten uit de organisatie. Grappig als hij ging uiteindelijk weg. Maar hij schrok ervan. Nooit had iemand dit tegen hem gezegd. Hij schrok ervan dat hij de angstcultuur. Terwijl alle collega's tegen mij zeiden hij is degene die de angstcultuur bracht. Maar niemand durft het tegen hem te zeggen. Dus durf dat ook te zeggen. Tot. Eén vraag om mee af te sluiten. Yes, laatste. Wat wil jij later worden als je groot bent? Wat wil ik later worden als ik groot ben? Oeh, ja, dat is natuurlijk logisch dat ik die vraag ook krijg. Ja, ik ben heel erg van wijsheid. Mijn opa is een beetje mijn voorbeeld. Mijn opa vond ik altijd heel erg wijs. Die kon mooie verhalen vertellen. Hij is inmiddels overleden. Ik hing altijd aan zijn lippen. Ik vond dat hij een heel goed mens was. En ik vond hem ook heel wijs. En als ik iets wil worden, is het dat wel. Ik wil heel graag ooit wijs worden. Dat kan je nooit over jezelf zeggen, jammer genoeg. Want dat is niet zo wijs. Maar ik hoop dat ik veel wijsheid vergaar. En hopelijk dat ook kan delen met heel veel mensen. Dat zou ik heel tof vinden. Dus bij deze. Dus, dat. Dat was het. 9 uur. Ja, heel erg bedankt voor jullie aandacht. Dat jullie dit helemaal hebben volgehouden met mij. Als je meer je kan mij dus opzoeken op LinkedIn. Je kan me dan volgen of mij toevoegen als connectie. Als je nog meer vragen hebt, ik wil je alles vertellen. En Paul wil nog een woordje doen, denk ik. Go Paul! Jazeker. Ik hoop dat ik te verstaan ben, want nieuwe techniek is altijd een beetje lastig. Wijze woorden, Lennart. Dankjewel voor heel lang verhaal. En je gaf al aan het begin. Je kan ook 4 uur praten. Nou, dat gaat je bijzonder makkelijk af. Dit was een uurtje en een half uur vragen. Ja. Ik heb lekker mee zitten schrijven. Democratie werkt niet als bedrijfsmodel, onder andere. Eigenaarschap leidt tot vrijheid. En vrijheid leidt tot vertrouwen. De waarom. Ik heb genoeg opgeschreven om morgen nog eens terug te zoeken. Na te lezen. En ook deze presentatie nog een keer terug te kijken. Want in de aftermeling gaan we hem gewoon naar jullie allemaal toesturen. En het, dankjewel. Je gaf net ook nog aan dat je een aantal podcasts had. Waar kunnen we die terugvinden? Podcast, ja. Spotify, iTunes, overal. Als je Keto Y intikt, of misschien makkelijker,
Onze podcast heet Hoe dan? Met een vraagteken en uitroepteken erachter. En dan zie je iets met Keto Why. Daar hebben we 167 afleveringen van ongeveer 10 minuten per aflevering of 15 minuten. Waar ik en Cedric je eigenlijk door alles wat wij ook hebben meegemaakt, maar ook al die verschillende subdingetjes, alles uitleggen. Spotify, iTunes, Overcast enzovoort. Noem het maar op alle podcast sites die er zijn. Top. Nou, nogmaals, Lennart, dank voor deze hele interessante avond. Volgende maand zijn wij er weer en wel op 10 november. We gaan het dan hebben over data science, the easy way. Deze heads-up gaat naar zijn einde toe. Onderdeel van onze premium propositie bij HeadFirst. Mocht je morgen nog even tijd hebben, ik weet dat herfstvakantie is. Geef ons systeem in, zorg dat je profiel wel up-to-date is. En kijk even rond. Tegenwoordig hebben we ook de opdrachten van Shell en PGGM toegevoegd. En misschien vind je wel een hele mooie nieuwe opdracht. Voor nu, dank voor het kijken en graag tot volgende week. Tot ziens. Dag.